mag ik vragen bij handgeklap dat wij collega Hannes Anaf kunnen aanduiden als voorzitter van deze commissie. Zal de Vlaamse parlementaire onderzoekscommissie de waarheid kunnen bovenspitten over het gifschandaal rond Zwijndrecht? En moeten daar dan ook politieke koppen bij rollen? We gaan daarover debatteren. Goedemorgen en welkom bij de zevende dag. Maar eerst de nieuwe Hongaarse wet die zogenaamde homopropaganda bij minderjarigen verbiedt. Daar kunnen we het over hebben met Tamás Kovács, de Hongaarse ambassadeur hier in ons land, en ook met federaal minister Petra de Sutter. Afgelopen donderdag kreeg de Hongaarse premier Orbán nog de wind van voren tijdens een ongeziene en zeer emotionele top, Europese top, hier in Brussel. This bill clearly discriminates against people on the basis of their sexual orientation. C'est un débat qui, à certains moments, a été rude, mais c'est un débat qui était aussi nécessaire. Die Hongaarse wet, dat is een achterlijke wet. Quasi unaniem heeft die Europese Raad gezegd, ja, tot hier en niet verder, deze wet, dat aanvaarden we niet. Als het je niet bevalt en je kunt die waarden niet naleven, is ook een alternatief. Uit de Unie stappen. Moi, ma conclusion après le discours, ça a été de me rappeler un dîner que j'ai eu il y a 5, 6 ou 7 ans avec Viktor Orbán à Budapest avec mon mari. Et je ne reconnais pas le Viktor Orbán aujourd'hui et ça m'a beaucoup déçu et je lui ai dit. I am defending the rights of the homosexual guys, but this law is not about that. It's... Sir, are you disappointed by your colleagues? Always better to read first and then react second. That's the right order. Goedemorgen, ambassadeur Kovács. Good morning and welcome to this show. You understand a little bit of Dutch, but we'll do this conversation in English. But you understand enough Dutch to have understood what our prime minister said. He called this law an achterlijke wet, a retarded law. What's your reaction to that? First of all, thank you very much for the kind invitation. It happens many times that Hungary is criticized in Belgium, but we don't get our chance to have the possibility to explain what is really happening in Hungary. Is that a retarded law? It's certainly not a retarded law, and there are some harsh words, including retarded. Hungary needs to be forced to its knees. Hungary needs to be punished. I think there's an incredible amount of emotion without having the understanding of what's really happening. Maybe try. What do we not understand? Well, first of all, what's very important is that this law has nothing to do with people of legal age. It doesn't restrict any form of living together, sexual identity, registered partnerships. For above 18 years old, there's complete freedom in the country. This law is only about certain issues that is happening for minors. It wants to protect minors. Correct. But what's the danger of learning about homosexuality, about transgender at the younger age? There is no restriction. In fact, sexual education is still possible in Hungary. It only limits the professionals who are in the position to really explain what is happening. If it limits the professional, it limits the people that can give the information and the education. But it doesn't limit content. It doesn't limit the subjects. So homosexuality and all these other issues can still be discussed. Mm-hmm. But it's true that there needs to be a registry of service providers. There's no complete, unlimited, unchecked information that is... And if they have to register, they can be censored. Well, we will have to see that. I mean, first, this is the law. The there fear. Needs to that's be the implementation. That it will be interpreted as a limitation. I perfectly understand the fear and I understand the amount of emotion, but I really don't understand the emotion in the context of having only a limited regulation protecting the children. And what's very important also to say that in the European Union, it's in the EU Charter of Fundamental Rights, in Article 14, that parents do have the right to be primarily responsible for the education of their children according to their beliefs, according to their backgrounds. Which also means that parents who say my children can know everything about homosexuality, about gender, they have the right to demand that a teacher teaches them. But that will be forbidden.
No, that would not be forbidden, and that's in the biological education, in sexual education. These topics are also there. What's important, that they cannot be especially promoted or popularized. It cannot be out of taken in the context. What do you mean by promoted? There are lately in some of the providers that were coming in, these were certain organizations that had a certain agenda of popularizing certain things in sexual education. That is not something that I think needed until a child can make a decision on its own. So when they reach legal age, they will be at a complete freedom to look for all the information and to make Young people start forming their gender identity at a younger age, below 18. And until 18, they will be banned from that sort of information. Again, they are not going to be banned. The law only says that they will be exposed to a set of registered service providers, and they have to satisfy certain criteria, but it doesn't limit content. It doesn't limit the actual range of subject that could be discussed. If I may give a concrete example, we will have a conversation afterwards with our minister, Petra de Sutter. You know her life story, you know that she's an expert in gender identity, in gender equality. Do you respect her, first of all? Absolutely. Yeah. In fact, if I may say a personal story, my wife, who is working for the European Commission, was working with a lot of her questions from the European Parliament. I do know her, and we had a great discussion coming into the studio. But what if, let's say, a secondary school in Budapest invites her to talk about her life story and about the possibilities? Would that even be possible? That's a good question. Of course, that's a hypothetical that I cannot respond, but I cannot imagine that it would not be possible for children to be exposed to that information. Again, it's not limited. The contents are not limited. It's the way how these things presented gives the right for the parents and for the children to have certain limits amongst those. It could be a problem. If I may try something else, could she, because you say homosexuals and trans people can do almost anything in your country, could she, for instance, change her identity on her ID card, her gender and identity? In Hungary, the constitution protects the right of registering the at birth sexual at birth. So no change possible after. But it doesn't mean that you cannot express your full identity later when you're of legal age. It will not be on your ID card. It would not be under your ID card, but there is registered partnership available in Hungary that gives you almost the same set of rights as in marriage. That's interesting. Almost the same rights, but people of same sex, they cannot marry officially. Well, that's a legislation that dates back to a previous left-wing government back in 2009, and it was never questioned before by Belgium or by any European authorities. Yeah. This government certainly has not restricted these rights, and Prime Minister Orbán himself said that the colors of rainbow also belong to the cityscape of Budapest, and it was actually in the last 30 years before the freedom and the democracy that we enjoy when homosexuality and trans people were banned under communist rule. And that was changed. And now, in the last 30 years, more and more rights were provided. And the registered partnership is actually a very full picture. But not marriage. Nevertheless, you say the rainbow flag is also part of Budapest. At this moment, there's the month-long gay pride. And It started in Budapest, by the way. It started in Budapest. But we have a reporter there, and he registered some comments of people participating, but fearing that this is the start of really a slippery slope. There are over 1,000 rainbow families in Hungary, and so those kids are against the law if they're talking about that they have two dads or they have two moms. It's just not possible to keep this law at this stage. A few days ago, there was a teenager who was walking on the street, and she had like a rainbow tote bag on her shoulder, and the police officer approached her and told her to put the bag away because now this bag is banned, and if he sees her again with a rainbow bag, he will take her to the police station. Yeah, how can you guarantee these people that this is not a slippery slope?
You know, that's exactly the criticism that I alluded before. I think all those Belgians, Flemish, Walloons, German speakers who go to Hungary, who own a property there, who go to the Sziget Festival, they meet a starkly different picture that sometimes it's pictured in Belgium or in Luxembourg. Yeah, but the law is not in practice for the moment. It will become in practice in 2 weeks. I mean, there can be personal stories which are unverified and unchecked, but certainly it's part of the cityscape, and there is quite a large swath of tolerance in Hungary for rainbow colors and for people who are part of this organization. Let's talk about the criticism by the European colleagues at the European summit. The Dutch prime minister said, if you receive billions and you receive 6 billion a year from the European budget, then you should also follow the values or leave. That's, of course, a separate discussion, but that's one I'm very happy to enter. First of all, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, many other Western European countries profit a great deal and actually profit more from the entire European Union market. And you know the figures, and these are official figures not coming from us, and that's admitted also in the Western part of... But it's not the first time. You don't follow the European asylum policy. You don't follow the burden sharing. Now it's this question. If you receive that kind of money, should you not also adopt the values or draw your consequences? We adopt fully the European values. Also, the European Union is not a federal state. It has certain rules, and the fundamental charter and the fundamental treaties require us what to follow and what we signed up. And part of our sovereignty is exercised at the European level. But that doesn't mean that we are signing up to unlimited amounts of societal changes in the West. And we've perfectly followed migration laws, for example. We were one of the few countries, actually, who really followed the Schengen rules. But you don't agree to what you and your prime minister call the LGBTQ ideology. Well, certainly in the last few years, you certainly saw the amount of presence of a certain ideology. I think these are things in Central Europe and also in Hungary mainly belonging to a sphere of private life that is perfectly respected. And also it's important to say that there are very strong equal treatment laws and acts in Hungary, also in the fundamental law, that based on sexual orientation and identity, nobody is in danger. Would you like to have a conversation with our Prime Minister on this subject? I would be very happy to. I know him personally. I've worked with him previously as a Deputy Prime Minister. You haven't been invited? Not so far, but I would be very happy to go. Okay, maybe he will hear. Well, if I may also say that our countries will have a very important bilateral agenda ahead of us. Visegrad presidency is taken over by Hungary 1st of July. Then we will celebrate 100 years of bilateral diplomatic relations, and then we will serve as EU presidents together very soon. Be sure that this topic will remain on the agenda. Thank you very much, Mr. Thank you very Ambassador. Much. It's my pleasure. En wie inderdaad de hele tijd ook heeft meegeluisterd, Peter de Sutter, vicepremier voor Groen. Hoe persoonlijk is dit voor u? Ja, dat is natuurlijk persoonlijk. Het is iets wat ik al vele jaren opvolg, zie gebeuren. Dit is een nieuwe stap in een evolutie die we al de laatste jaren buiten Europa, maar nu ook binnen de Europese Unie zien gebeuren in landen zoals Polen, Hongarije. Er is echt wel backlash. Er zijn echt wel de laatste jaren wettelijke initiatieven genomen, bijvoorbeeld in Hongarije, de klok terugdraaien. Ja. Bijvoorbeeld het feit dat kinderen maar kunnen geadopteerd worden door mensen die kunnen huwen. Dat dateert van vorig jaar. Hè. Dus dat is echt wel om de huwelijken die niet tussen man en vrouw afgesloten worden. De grondwet is ook aangepast in die zin. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, dat hoor ik dan toch ook van correspondenten ter plekke, dat de meeste mensen volgen eigenlijk wel wat Orbán doet en begrijpen die wetgeving. Ja. Een land is vrij om zijn land te organiseren. Zoals er ook nog landen, ook binnen Europa, waar het homohuwelijk bijvoorbeeld ook nog altijd niet kan. Mm-hmm. Het is Hongarije vrij om dat zelf zo in te vullen. Dat mag u zeggen. Zolang het niet ingaat tegen bestaande Europese wetgeving natuurlijk en het handvest, de charter van de grondrechten. Hè. Dus die, maar daar verwijzen ze altijd naar, hè, waarin gezegd wordt van ja, je bent eigenlijk vrij om het onderwijs te organiseren naar de waarden, het levensbeeld, de religie van de ouders. Ja. En als die zeggen,
nee, dat past niet in ons wereldbeeld, in onze religie, dan moet dat niet gedoseerd worden. Ja, maar je hebt twee aspecten aan deze discussie. Ik denk dat het belangrijk is om ze allebei te onderscheiden. Want dat is een argument dat ze altijd gebruiken. Nee, wij volgen de Europese richtlijnen. Nee, wel, dus ten eerste, het gaat natuurlijk over waarden. Hè. Welke waarden volgen we? Als je de waarden volgt die bijvoorbeeld zegt een huwelijk kan alleen tussen een man en een vrouw. Een gezin kan alleen maar met kinderen in een dergelijk huwelijk. Ja, dan zijn dat waarden die nu in Hongarije, ook in Polen, door misschien wel een grote groep van de bevolking, misschien een meerderheid, gevolgd worden. Dat is helemaal niet zo in andere landen van de Europese Unie. Hè. Dus daar krijg je al een groot verschil in over welke waarden spreken. Als we over Europese waarden spreken, dan is dat het eerste punt. Het tweede punt, denk ik, is de juridische discussie. De Europese Unie is een club van lidstaten die bepaalde afspraken gemaakt hebben, bepaalde regels vastgelegd hebben en die moeten respecteren. En dus de vraag die denk ik nu de commissie moet beantwoorden, is worden hier inderdaad spelregels doorbroken die belangrijk zijn voor het functioneren van de Unie? En het is niet toevallig dat bijvoorbeeld zowel commissaris Reinders als Breton een brief hebben gestuurd naar de Hongaarse minister van Justitie met de vraag om voor 30 juni, dus over 3 dagen, antwoord te geven op in welke mate deze wet in strijd is tegen een aantal principes die ook met vrij verkeer van goederen en mensen te maken hebben. Ja, want daar wordt natuurlijk een hele cascade in gang gestoken. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, en dat lees ik ook vaak, van ja, Europa, grote principes, grote woorden eigenlijk op die Europese top. Maar uiteindelijk, als er maar één ding is dat ze zullen voelen, dat is financieel ingrijpen. Mm. Men zegt wel eens, money talks, bullshit walks. Moeten we daar niet vooral dan naar kijken, als we echt dat punt willen maken? Ja, ik denk dat we eerst moeten weten wat het Hof in Luxemburg hiervan vindt. Hè. Dus ik sprak over vrij verkeer. Van, u hebt toch gehoord uit de uitleg van de ambassadeur. Men mag dat verdedigen zoveel men wil. Dit komt eigenlijk op censuur neer, natuurlijk. Hè. Dus als ik inderdaad naar Hongarije wil gaan en vrij praten over mijn eigen ervaring, omdat u de vraag persoonlijk stelde, ja, dan zou dat wel eens moeilijk kunnen worden op een met deze school, wet. Maar niet bijvoorbeeld voor volwassenen. Nee, op een school, maar op televisie bijvoorbeeld, in primetime, dat zal niet kunnen, want het staat in de amendementen die op 15 juni door het parlement goedgekeurd zijn. Dus dat is in strijd tegen een aantal principes. En dus we vragen dus, enfin, de commissie vraagt nu aan Hongarije, leg dat dus uit. Hè, en vertel eens in welke mate u vindt dat die wel conform zijn. Maar u hebt nu de uitleg gehoord, dat zal een beetje gelijklopend zijn. Dat is dan onvoldoende? Ja, dan zal de commissie oordelen of dat afdoende is. En dan zullen ze een inbreukprocedure starten tegen Hongarije in verband met deze wet. Er lopen er een aantal andere. Hè. We hebben het al over migratie, de migratiepolitiek gesproken, de NGO-politiek, onafhankelijkheid van de rechtelijke macht. Maar je kan natuurlijk sneller beslissen om bepaalde fondsen stop te zetten, dat soort dingen. Ja, dat kan zal je misschien veel meer pijn doen en veel sneller effect hebben, want de wet gaat nu alleen voegen. De lesbiennes die hebben dat over 2 weken al aan hun been, zeg maar. Absoluut. Hè. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we even praten over de mensen in Hongarije die hierdoor geraakt worden. We hebben wat getuigenissen gezien. Ik krijg ook heel veel reacties van mensen die zich grote zorgen maken. Mensen die een gezin hebben bijvoorbeeld, die plots nu toch gemarginaliseerd, straks misschien gecriminaliseerd zouden kunnen worden. Dat is heel gevaarlijk voor die mensen in Hongarije, maar ook in andere landen in de Europese Unie. Vermis dit toch wel een evolutie is die oprukt. De heldkraan toedraaien, zoals u zegt, ja, dat moet opnieuw op juridische grond gebeuren. Er bestaat een mechanisme wat nu ontwikkeld is, wat aangevochten wordt door Hongarije en Polen, het rechtsstaatsconditionaliteitsmechanisme. Maar dat gaat dan heel duidelijk over rechtsstaat, scheiding van de machten, zeg maar. Dat heeft dan impact op budgetten. Maar dit wordt nu juridisch onderzocht, ook weer door de commissie. Ja. Bijvoorbeeld ook het relanceplan. Ja, dat moeten we daar kijken of er bepaalde principes van de rechtsstaat geschonden worden. En dan kunnen we inderdaad ingrijpen, de cohesiefondsen, om inderdaad. Maar dat is natuurlijk allemaal op Europees niveau. Premier De Croo die heeft zich heel fors uitgelaten. We hoorden het al, een achterlijke wet. Maar hij heeft bijvoorbeeld nog niet eens de ambassadeur bij zich geroepen. Mm-hmm. België zou toch op zijn eentje toch ook meer kunnen doen dan inderdaad voor de camera dapper te wezen? Wel, het principe is natuurlijk dat je dit, als je dit op ministerniveau al hebt aangekaart, zoals op de top,
op dat dat een belangrijker signaal zou kunnen zijn dan een ambassadeur ter verantwoording te roepen. Dat is ten eerste. Maar die debatten, die gesprekken zijn wel gaande. Maar denkt wat u aanraakt, daarop is wel... aan dat hij dat inderdaad doet? Ja, natuurlijk. Hè. Dus binnen deze regering hebben wij vanaf 16 juni zeg maar, nagedacht over, kunnen wij iets doen? En je kunt dus twee dingen doen. Je kunt als lidstaat natuurlijk de Europese Commissie aanporren. En het is wel duidelijk dat dit signaal opgepikt is. U hebt ook de woorden van mevrouw von der Leyen gehoord. Hè. Die heeft echt over schande gesproken. Dat is toch wel historisch dat de commissievoorzitter dat doet. Wat kan je als land zelf doen? Wel, dus de lidstaten zelf hebben zich toch ook al samengezet, samen een brief geschreven om druk uit te oefenen. Ja, je kunt als lidstaat bijvoorbeeld zelf ook, of als groep van lidstaten, ook naar het Hof in Luxemburg gaan. Je zou zelfs kunnen naar het Hof in Straatsburg gaan op het vlak van de mensenrechten. Misschien gaan die dingen inderdaad wel gebeuren. Ik denk dat als lidstaten dat we zeker de mogelijkheid hebben, als de Europese Commissie dit niet doet of niet voldoende doet, dat je kunt als lidstaat ook verder gaan en inbreuken. Want een figuur als Orbán natuurlijk is niet snel geneigd om zeker onder druk, en hij stond onder druk, in te binden. Hè. Dat soort karakters wordt meestal nog hardleerser. Ja, maar de bonden zijn verkiezingen volgend jaar in Hongarije. Dat weten we. Enfin, dat kan ook een en ander verklaren. Ten tweede, dit past echt wel in een rij van maatregelen die al gebeurd zijn. Hè. Of denk aan de LGBT-vrije zones in Polen bijvoorbeeld. Ja. Polen heeft nu laten weten, dat hebben we recent gehoord, dat ze wel geïnteresseerd zouden zijn om exact dit wettelijk kader dat nu in Hongarije passeert, misschien over te nemen. En we weten allemaal dat het eigenlijk gebaseerd is op de propaganda of de wetten die Poetin heeft uitgevaardigd een aantal jaar geleden, ook heel gericht onder het mom van kinderbescherming om LGBT-rechten aan te vallen. Maar de ironie is natuurlijk dat we mogen dat allemaal vinden en dan mogen misschien naar veroordelingen komen, maar we kunnen ze eigenlijk niet uit de club zetten, heb ik wel begrepen. Er is nooit eerder zo heftig gereageerd. Hè. Dus tot nu toe, in het verleden, met alles wat er stap voor stap is gebeurd, waren er wel wat reacties, maar en een inbreuk. Het is nooit heftiger geweest dan nu. Ik denk dat iedereen begrijpt dat er stilletjes aan rode lijnen worden overschreden en dat we ons daar ernstig moeten over bezinnen. Ik heb nooit eerder iemand zoals Rutte uitspraken horen doen die hij nu heeft gedaan. Hè. Dus werkelijk van, als jullie vinden dat de Europese Unie de waarde niet meer dekt die jullie belangrijk vinden. Artikel 50, hè? Ja, maar als Orbán zegt, ik blijf lekker zitten, want het levert mij genoeg op, dan mag u dat 10 keer herhalen. Jullie kunnen daar eigenlijk niks. Het is een club waar je lid kan van worden, maar waar je nooit kan van buiten gezet worden. Het is niet makkelijk om eruit gezet te worden, maar opnieuw, de procedures lopen en Hongarije, als ze veroordeeld worden door het Hof in Luxemburg, dan zullen zij verplicht worden om hun wetgeving aan te passen. Ze hebben dat al gedaan, bijvoorbeeld rond de NGO-wetgeving. Die is aangepast. Helemaal niet zoals het helemaal zou moeten, maar bon, ze zijn verplicht. Hè? En als je dat niet doet, dan moet je de club wel verlaten. Ik denk dat de druk toch wel toeneemt op landen zoals Hongarije, maar ook Polen en nog andere, om echt van het geweer van schouders te veranderen. Gaat u voorlopig nog naar Hongarije gaan? Durft u nog naar die landen gaan? Ik durf, ja, absoluut. Ik denk dat... Ik ga niet zeggen dat ik daar moet naartoe gaan, maar mensen ter plaatse, die verwachten natuurlijk ook dat mensen voor hen opkomen. Hè. Er is de Pride inderdaad, er is al even over gesproken. Ja, maandag is het daar het grote feest. Ja. Gaat u ergens een signaal geven? Ik word natuurlijk gecontacteerd door LGBT-bewegingen in Hongarije en andere landen in Europa ook. En ik ga die 100% steunen. Wat kan u doen? Gaat u iets doen morgen? Ik kan ze een hart onder de riem gaan steken. Hè. Ik denk dat de juridische weg moet gevolgd worden. En het lijkt mij het meest voor de hand liggende. Dat kan tijd vragen, maar ondertussen mogen wij ook wel duidelijk maken dat we het er niet mee eens zijn en dat we ons grote zorgen maken met wat daar nu gebeurt. En dat mogen we ook tonen aan de Hongaren die niet akkoord zijn met het beleid van meneer Orbán en met de Fidesz-partij en de regering daar. En er is ook wel oppositie in Hongarije. Dus het is niet omdat meneer Orbán dit nu uitvaardigt dat dit binnen 10 jaar nog altijd zo zal zijn in Hongarije. Het is nog lang, hè, voor wie dat leuk daar nu getroffen wordt. Nee, absoluut. Is 10 jaar te lang. Nee, dat begint over 2 weken. Ja. Benieuwd wat u morgen zal doen, Peter de Zwitter. Dank u wel. Dank u wel. Goedemorgen, ik ben Hannes Anhoff, voorzitter van de PFOS Onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement. En ik kom zelfs met veel plezier naar de zevende dag. Het was ideaal weer om te fietsen, maar ik denk dat ik dat kracht voer, dat ik daar ook thuis meer punten kan scoren. Kindjes, wie wil een smoothie? Tot zo. Hallo, ik ben Johan Heldenberg. Ik ben nu nog in Sint-Amansberg op weg naar de bakker om pistolekens te gaan halen voor het ontbijt, zondagsontbijt, voor mijn pubers en Odderlief. We zijn met 7 vandaag. Maar straks zit ik in Brussel, in de studio van de zevende dag, om te praten over cinema. En waarom dat zo belangrijk is om opnieuw een stap buiten te zetten, naar de cinema te gaan.
Volgende week staan Willy en ik in de Glamco Arena, maar vandaag zijn we al samen in de zevende dag. Willy? Het was vroeg, hè? Amai, het zal wel zijn. Maar Christophe, de morgenstond heeft goud in de mond. Ja, dat is wel waar. We hebben net een goede repetitie gedaan, dus wij gaan er zo meteen een lap opgeven. Dat is goed, tot ziens. Ja, en aan het eind van dit COVID-seizoen moeten we het dan toch ook nog wel eens over corona hebben. En we kunnen zeggen, het gaat goed met de cijfers. Bijna 60% van de hele populatie is intussen al deels gevaccineerd, met ruim 74% boven de 18. En de honger naar het Rijk van de Vrijheid is duidelijk groot. Ook bij de jongeren. Ja, want zo was er vrijdag nog een stormloop in Gent, in Flanders Expo. De stad had vaccins te veel en zette de deuren open voor al wie jong was en een vaccin wou. En ook in Brussel kon je gisteren zonder rendezvous een prik krijgen. Belangrijk voor wie van de zomer op reis wil of naar een festival. Daarover gaan we het hier zo meteen hebben aan onze tafel. Goedemorgen, heren. Maar we gaan eerst naar het vaccinatiecentrum in Vilvoorde, naar Matthias Kempenees. Goedemorgen. Dat is Marjolein, denk ik. Goedemorgen, Marjolein. Anders kunnen we eerst met Marjolein spreken. Anders stel ik voor. Ja, Marjolein, jij bent vrijwilligster in het vaccinatiecentrum in Hasselt. We zagen net heel veel enthousiasme in Gent, in Brussel. Is dat bij jullie ook het geval? Ja, tuurlijk. Iedereen is hier heel erg blij dat hem hier mag zijn. Zowel om te helpen als voor het vaccin te krijgen. Mm-hmm. Dus ja, dit is de eerste stap terug naar vrijheid, zoals net gezegd werd. Hè? Ja, en is er nog een verschil tussen ouderen en jongeren? Nee, ja, de ouderen zijn iets geruster. De jongeren hebben toch iets meer zorgen als ze eens de prik hebben gehad. Dat alles toch maar goed mag gaan. Maar het enthousiasme is bij iedereen even groot. Ja. De ouderen zijn blij om hun kleinkinderen te zien. En de jongeren terug om buiten te kunnen komen, hun vrienden te ontmoeten. Ja. Ik ben zelf intussen gelukkig al 2 keer gevaccineerd in Brugge. En ik moet zeggen, ik zag daar eigenlijk niks anders dan blije en lachende gezichten. Klopt. Mensen die eigenlijk opgelucht waren van eindelijk is het zover. Dat moet bij jullie ook zo zijn. Ja, absoluut. Het geeft een beetje het gevoel van een festival. Er is heel veel samenhorigheid gevoel. Je komt hier allemaal om hetzelfde doel. Het is inderdaad een positief verhaal. Ja. Dus inderdaad blije gezichten, veel glimlachen. Veel mensen die ook heel dankbaar zijn. Is dit iets wat jij ook voor de rest van je leven gaat meenemen? Dat je iets gedaan hebt wat er echt toe doet? Ja, dat was ook de reden om me in te schrijven als vrijwilliger eigenlijk. Om iets kunnen terug te doen. Mijn vrouw heeft in de eerste linie gestaan als verpleegkundige. Dus ja, dit is het minste wat ik kan terugdoen. Ja, en sta je nu voor vakantie of ga je nog door? De vakantie ga ik hier nu nog in het vaccinatiecentrum niet overslaan, maar de vakantieplannen die stellen we uit tot het najaar. Okay, zodat we hier toch nog een steentje kunnen bijdragen. Fantastisch. Marjolein Eerdekens, bedankt voor al jullie inspanningen en veel succes nog de komende weken. Ja, en we gaan toch nog eens proberen om in Vilvoorde contact te maken met Matthias Kempenees. Ja, dat is gelukt. Hij ziet er al veel meer een Matthias uit dan Marjolein daarnet. Zien jullie dat daar ook een grote opkomst en groot enthousiasme bij de jonge mensen, zoals we ook in Gent zagen van het weekend? Ja, absoluut. Hè, absoluut. We zijn nu in de fase van de jongere bevolking aangekomen. De vakantie staat voor de boeg, de examens zijn gedaan, dus we krijgen ook via QVAX en dergelijke heel veel jongeren die zich hebben ingeschreven. We hebben ondertussen ook al heel wat jongeren een uitnodiging gekregen via de officiële weg. Maar we zijn er klaar voor om die jongeren ook nog een fijne vakantie te geven. Hoe loopt het eigenlijk bij jullie? Hoeveel prikken zetten jullie intussen per dag? Hè? Want we horen dat iedereen eigenlijk gewoon aan full speed aan het vaccineren is. Ja, de laatste weken is het echt wel een stroomversnelling geraakt. Hè. We hebben dus heel veel vaccins gekregen. We prikken er ook enkele duizenden per week hier in ons centrum met onze 4 lijnen. Dus dat gaat goed vooruit. We zijn helemaal op kruissnelheid. Ja. Voel je daar ook die grote dankbaarheid van vele mensen die het een beetje een kumbaya-moment zelfs bijna vinden, hè? Ja, absoluut. Eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. En ik hoor Marjolein in Hasselt ook vertellen over de vrijwilligers. Dat is hier net hetzelfde. Dus we hebben hier een mengeling van heel wat vrijwilligers, maar ook mensen die normaal gezien in het cultuurcentrum het bolwerk werken, die nu tijdelijk hun rol in het cultuurcentrum hebben eigenlijk omgewisseld voor een rol in het vaccinatiecentrum. Ja. En de mengeling van die twee groepen, dat is onwaarschijnlijk tof. Dus ik kan me wel inbeelden dat die medewerkers van dat cultureel centrum, met alle versoepelingen die nu zijn aangekondigd, wel eigenlijk vooral graag terug theaters en muziek zouden willen inplannen in plaats van vaccins inplannen.
Ja, dat klopt, dat klopt. En wij zelf ook, want wij zijn in normale hoedanigheid zijn wij een sportevenementenbureau. Dus we organiseren normaal gezien is dit een van onze drukste weekends voor de zomerstart. En dat is net in de cultuursector hetzelfde. Maar die mensen hebben een knop omgedraaid enkele maanden geleden. En het is door hier zo snel mogelijk dit goed tot een goed einde te brengen, zodanig dat zij ook terug naar hun normale job kunnen en terug die cultuuractiviteiten kunnen doen. En dat zit er toch aan te komen. Ja. Wanneer begint het Rijk van de Vrijheid voor jullie daar? Wanneer is het gedaan? In principe blijft het vaccinatiecentrum open tot oktober. Dus we gaan wel na de prikken van de zomer. Iedereen die terugkomt uit vakantie in augustus, september, moedigen we toch ook aan om hun prik nog te komen halen na de zomer. Dus laat ons zeggen dat we in september nog de laatste loodjes wegwerken. En dan kunnen we in oktober stilaan terug het cultuurcentrum hier gebruiken, waarvoor het eigenlijk destijds gebouwd is. Oké, dat wens ik met jullie beiden allemaal. Hartelijk dank daar inderdaad ook in het vaccinatiecentrum in Vilvoorde. En we zien dus veel enthousiasme in al die centra en bij de jongeren. En daarmee hopen die natuurlijk, die jonge mensen, van een heerlijke zomer te kunnen gaan genieten met vrienden en muziek. Vanaf 13 augustus kunnen we weer met 75.000 zij aan zij staan op een festivalwei. Wat zal niet in de Schorre zijn, want de burgemeesters van Boom en Runst die houden voet bij stuk. Ook in 2021 zal er geen Tomorrowland zijn. Het is heel hard aangekomen. We leefden echt nog op hoop. Ondanks de vorige week, die koude boodschap, hadden wij echt wel goesting om nog altijd van start te gaan. Het was teleurstelling en het is gewoon een hele harde klap. Maar het is wat het is en we gaan gewoon positief verder naar 2022. Maar waar er deze zomer wel kan gefeest worden en gedanst, dat is op Pukkelpop in Hasselt-Kievit. En zij het wellicht wat ingehoudener ook op Jazz Middelheim. Goedemorgen, Steven van de Put, N-VA-burgemeester van Hasselt. En Bertrand Flamand, organisator van Gent Jazz en Jazz Middelheim. Meneer van de Put, met u beginnen. Hè. Wat is eigenlijk het verschil tussen Tomorrowland en Pukkelpop? Waarom kan het ene niet doorgaan, ook twee N-VA-burgemeesters, en het andere wel? Wel, dat is natuurlijk een vraag die te verwachten is, maar daar is geen duidelijk antwoord op. Feit is dat elke burgemeester voor zich autonoom moet gaan over de veiligheid over zijn grondgebied. Voilà. En wat was voor u het argument om te zeggen, dit kan wel, want het gaat over geen 75.000, maar toch wel in de 60.000 mensen, dacht ik. Wel, al bijeen zal dat toch 75.000 mensen zijn. Kijk, wij hebben gewoon op basis van onze evaluatie gekeken. We hebben ook gesprekken gehad met experten en dergelijke meer. En we hebben gezegd van kijk, we hebben er vertrouwen in dat we dit gaan kunnen doen. Mm-hmm. We pakken de handschoen op en we gaan dat ook doen. Maar wat je voor Tomorrowland wel hoort zeggen, is ook buurtbewoners die zich zorgen maken. Hè. Die zeggen, je hebt niet alleen de bubbel van dat festival, maar ja, die bezoekers komen toe, gaan weer weg, nemen de bus, gaan naar de winkel, moeten ergens logeren. Dus mogelijke virussen kunnen zich vermengen met de lokale bevolking. Hè. Wel, er zijn een aantal factoren natuurlijk die meespelen. Feit is dat we voor Pukkelpop zelf eigenlijk een volledige safe zone creëren. Hè? En de meeste festivalgangers beperken zich ook tot Pukkelpop zelf. Zij het, dat we ook proberen. En wat bedoelt u met die safe zone? Wel, op een bepaald moment zal men moeten, eens men op de wei is, zeg maar, is men ofwel volledig gevaccineerd, ofwel heeft men bewijs gegeven. En je gaat er wel naartoe met de bus bijvoorbeeld. Hè? Wel, maar daar zullen ook alle maatregelen gelden, zoals die elders in de maatschappij gelden. Op de bus zal dat zijn met mondmasker. Als je geen 1,5 meter afstand kan houden, zal dat ook zijn met mondmasker. We zijn nu samen met de organisatoren aan het kijken hoe we vlot die registratie en dergelijke meer kunnen organiseren. Ja. Feit is ook natuurlijk, Pukkelpop is heel belangrijk voor de jeugd. Ik denk dat ze er echt naar snakken. Maar aan de andere kant is Pukkelpop ook in Hasselt heel fel ingebed. Zij rekenen op meer dan 10.000 medewerkers, vrijwilligers. Is dat het verschil ook misschien dat jullie dat meer zien als dan treffen we gewoon te veel mensen en dat jullie daarom toch het risico willen nemen? Ik denk als je het over veiligheid hebt, heb je het over veiligheid. En dan zeggen we, kunnen we dit aan of kunnen we dit niet aan? Ik heb vertrouwen dat we het aan kunnen. Natuurlijk is het zo dat als je weet dat 10.000 mensen, dat wil zeggen dat meer dan 1 op 10 Hasselaren rechtstreeks betrokken is bij Pukkelpop, dat er talloze verenigingen zijn die rekenen eigenlijk op de medewerking die ze verlenen binnen Pukkelpop
om hun, om hun jaar goed te maken. Er zijn voetbalclubs die daardoor kunnen versnellen in de uitbouw van hun stadion. Ja. Mijn eigen duikclub kan daardoor al jarenlang... Duikt, dat wist u. Ja, kan daardoor al jarenlang... Laat ons dan eens onderduiken in de jazz misschien. Hebt u enigszins begrip dat wel burgemeesters zeggen van dat is ook organisatorisch bijna niet te doen, je krijgt veel te veel inmenging, tussenmenging, dat er burgemeesters toch beslissen om het niet te doen? Eigenlijk geheel niet. Nee? Het belangrijkste woord dat hier ook al een paar keer gevallen is vertrouwen. Ik denk, als een regering in die context dergelijke maatregelen loslaat, omdat er vertrouwen mag zijn in een vaccinatie, dan denk ik dat het vooral de rol is aan een burgemeester, ook om dat vertrouwen mee uit te stralen. Niet alleen voor onze sector. Wij zijn een sector van plezier, hè, om in te werken, maar ook om naartoe te komen. Mensen het is net als je plezier hebt, dat je soms wel wat collanter bent met de regels. Ja, maar mensen moeten terug vertrouwen hebben dat je mag plezier hebben. Dat je in die omstandigheden, die nu eenmaal wel bepaald zijn, dat je gaat overal veilig toekomen. De maatschappij gaat grotendeels ook beveiligd zijn qua vaccinatie. Ook op de tram, ook op de bus, ook in het winkelen. Ja, het gaat over back to life, noemen wij onze festivals. En dansen hoort daarbij. Dat zal kunnen op Jazz Middelheim, want jullie hebben zelfs het festival een dagje... naar achter geschoven, tot 13 augustus, omdat dan de nieuwe versoepelingen ingaan. Hè? Ja, omdat we dan ook een dagje kunnen beginnen met, ja, een beetje atypisch voor Jazz Middelheim, rechtstaand publiek, de nieuwe vibe in de jazz, waar men inderdaad ook kan dansen. Het is dansen. De beelden van Gent Jazz, vorig jaar. Ook nu is het begin juli. Dat zal terug wel niet staan zijn, maar aan zo'n tafeltjes. Hè? Ja, Jazz Middelheim zal... Gent Jazz zal dit jaar... De grote luxueuze jazzclub zijn. Zo, de New Yorkse jazzclub in het groot. Maar wel in festivaldimensies. Dus voor een paar duizend mensen. Met echt mooie podium, een mooi uitgewerkt podium, een goede klank. Mm. En een zeer ambitieus programma. Ja. Meneer Van de Put, wat meneer Flamand ook zei, vertrouwen is nodig, maar vertrouwen is goed, controle is beter. En dan zegden de burgemeesters van Boom en Rums, ja, wij hebben onvoldoende politie om alles te controleren. Geldt dat voor Hasselt niet? Wel, wij zijn al in januari begonnen toen de eerste signalen kwamen van kijk, in de lange planning voorzien we dat we toch tegen de zomer terug dat soort festivals en dergelijke gaan moeten mogelijk zijn. Zijn we toen al begonnen met de voorbereidingen. Feit is dat ik zelf kan rekenen op een politiekorps van bijna 500 mensen, inclusief dan ook het hoofd wat daarboven zit, de brainstate moeten organiseren. Dat is natuurlijk groter dan Boom en Rums. Wel, dat is één. Twee, is het ook zo dat zij zich al in januari, februari verzekerd hebben van de externe steun die daar onvermijdelijk voor nodig is voor de organisatie van evenementen op die schaal. Dus in dat kader zijn we daar al heel lang mee bezig en hebben we er vertrouwen in dat het goed komt. Want ja, organisatorisch komt er veel bij kijken. Ook Gent Jazz, waar mensen naar die tafeltjes begeleid moeten worden. Mensen moeten ook blijven zitten, moeten bediend worden. Zoals in die New Yorkse jazzclub van u. Maar ik kan me wel inbeelden dat dat wel ook veel, niet alleen veel volk vergt, meer volk misschien, maar ook veel geld vergt. Is het financieel wel interessant om zo met die beperkingen nog een festival te doen begin juli? Voor ik even wil terugkoppelen op dat vertrouwen, want het menselijke aspect wordt hier toch soms vergeten in het verhaal. Financieel zijn we gelukkig door zowel lokale, maar zeker ook door Vlaanderen echt wel met heel veel vertrouwen behandeld. Hè. Dus we hebben... Je hebt veel geld gekregen. We hebben eerst en vooral kunnen die gewaarborgde voorschotregeling gebruiken. Dus waardoor we dat, na een annulering we toch nog kunnen blijven bestaan als organisatie. Om dan, als nu last minute dit opduikt, hebben we via die festival, Flanders is a Festival Fonds, centen gekregen om op anderhalve maand tijd een zeer ambitieus festival neer te zetten. En op een maand later een Jazz Middelheim neer te zetten met de internationale uitstraling, zoals het anders ook zou zijn. En een internationaal publiek, is dat misschien ook het verschil? Tomorrowland willen zeggen, dat zijn mensen die van heel Europa komen. Maar ik heb begrepen, Pukkelpop, voorlopig nog ticketverkoop in België, maar vanaf woensdag, denk ik, hè, wordt het wel ook opengesteld hè, voor de rest? Wel, maar daarvoor gelden ook weer de algemene regels, zoals we die hebben als we op vakantie gaan, zoals we die hebben gewoon in onze straten, in onze steden en gemeenten. Dus in dat kader, ook daar maak ik mij weinig zorgen over. Feit is dat zij, ik denk, 3/4 verkocht hebben van de combi-tickets zonder enige voorafbeelding van wat het programma uiteindelijk gaat zijn. Ja, de line-up is nog niet bekend. Wel, dat toont maar aan hoe groot de behoefte is bij jongeren, maar niet alleen bij de heel jongen, ook bij de iets oudere mensen. Ik ben er veel tegengekomen.
die mensen die zeggen van je zit een held dat je dat doet op die manier. Ik zeg ja, nee, we gaan dat veilig organiseren. Daar komt het op neer. Maar als ik u zo hoor en je zegt van ja, je moet dat maar op tijd beginnen organiseren. Je moet zorgen dat je dat vertrouwen hebt, de bevolking. Begrijpt. Ik heb het gevoel dat u dan eigenlijk wel naar die twee burgemeesters van Boom en Rums kijkt. Twee partijgenoten van wat hebben die nu in godsnaam beslist? In het geheel niet. Ik heb het volste respect voor hun beslissing die zij in hun autonomie genomen hebben. Ik zeg opnieuw, ik moet voor mezelf... En ook, ik lig wat rijker vorige week. We hebben contact gehad. We hebben op voorhand contact gehad. Ze hebben mij ook gecontacteerd en gezegd van wat gaat jij doen? En hoe? En ze hebben mij ook gecontacteerd een half uur voor hun communicatie van kijk, wij gaan het niet doen. Ik zeg, ik heb daar het volste begrip voor. U moet er maar voor staan dat u als burgemeester een hele lijst van negatieve adviezen krijgt en dat u dan als burgemeester zegt van we gaan dat toch maar doen. Ik denk, ook ik heb wakker gelegen, hè, in verband met de beslissing van gaan we door, ja of nee. Ik zeg, ik heb vertrouwen in de organisator, in mijn eigen apparaat, als ik het zo mag zeggen, en in onze politie, dat wij dit kunnen, maar dat is allemaal dat is wel hard werken. En Jazz en Jazz Middelheim zijn natuurlijk veel kleiner, maar dit kan ook niet zonder het vertrouwen en de steun van de burgemeesters? Ja, uiteraard niet. Daarom dat ik ook in eerste instantie zeg, we hebben ook van ons lokale besturen altijd het vertrouwen gevoeld. Ja. Vind je het eigenlijk een goede zaak dat het op lokaal niveau beslist wordt? Want daardoor ben je een beetje afhankelijk van hoe die ene burgemeester erin zit en de andere niet. Ja, maar voor zover ik begrijp is er tot en met een hoofdelijke aansprakelijkheid voor een burgemeester. Dus ik denk dat dat normaal is dat die enige voorzichtigheid heeft. Maar als organisatoren, ik denk, wij, in België, Vlaanderen, wij zijn wereldwijd bekend als een ongelooflijk sterke organisatiestructuur, event per event, festival per festival. Dus ook vertrouwen hebben in ons. Wat ik ook naar vertrouwen toe ook, toch in onze sector vergeten geraakt, is dat er is menselijk heel hard ingehakt de voorbij anderhalf jaar. Er is heel veel kwaliteit verdwenen. Mensen die naar andere sectoren gaan, die een beetje schrik hebben om terug te keren. Dus iedere keer dat men onze sector in twijfel trekt, trekt men ook de know-how in onze sector in twijfel. Ik heb ook in mijn team twee mensen die anderhalf jaar in onzekerheid geleefd hebben, die nu op 200% moeten knallen, maar die het gewoon heel moeilijk hebben als persoon om die switch te maken. Zij zijn niet alleen. Nog één vraagje. Sting, dat is dan voor 2022? Sting is voor 2013 juli. 13 juli, dat valt alvast. Oké. Okay. Dank je wel en veel succes bij de organisatie van die festivals. Ik draai hier rond en rond en rond als een leerling. Aan man op de kroon. En ik had alle handen omhoog. Ja, we zwaaien mee, kom aan. Ho, ho. Geweldig. En we zakken. Als een leeuw in een kooi. Pukkepop 2018, toen COVID-19 nog niet bestond. Dag Willy Sommers, een geweldig moment. Lijkt me dat een hoogtepunt in jouw 50-jarige carrière? Absoluut, absoluut. Hoogtepunt. Ja. Ik had dat nooit kunnen indenken dat het zou gebeuren. Ja, het is gewoon... Ja. Ik wil daar elke dag naar kijken. Nog een hoogtepunt staat jou ook weer te wachten dit najaar, hè, met de man die naast jou zit. Ja. Goedemorgen, Christophe. Want jullie gaan samen optreden, maar niet zomaar optreden, 12 november in de Lotto Arena. Het is een sing-off. Wat is een sing-off? Ja. Wel, we hebben daar zelf eigenlijk een naam aan gegeven. Hè. We gaan... Het kind moest een naam. We gaan zo'n beetje onze fans erbij betrekken. Hè. Het wordt zo'n beetje geen competitie. Het moet gewoon leuk zijn voor iedereen. En we gaan vooral heel grote hits zingen. En, we gaan en elkaars hits of elk wel? Maar daar zijn we zijn nu vooral aan het brainstormen. Ja. En nu volgende week, zondag, hebben we al een kleine repetitie. Ja. Dan staan we samen in de Glamco Arena. Ja. Zondag. Dus daar gaan we wel een beetje gaan repeteren. Hebben jullie een beetje dezelfde fans, denk je? Denk het wel. Denk dat Willy heeft natuurlijk zijn eigen fanbase en ik de mijne. Maar die lopen een beetje hetzelfde. Ja, we staan ook voor corona vaak samen op een podium, op slagerfestivalen en toestanden. Ja. En dat publiek doet eigenlijk geweldig mee met elke artiest. Dat is een dankbaar publiek. Een dankbaar publiek, absoluut. Ja, inderdaad. Jij wordt de slagerkoning genoemd en jij de keizer van het Vlaamse lied. Zo is het een beetje goed verdeeld tussen jullie? Wij zijn samen 80 jaar bezig, hè? Ja, 50 jaar. De donaties zijn hetzelfde. Maar inderdaad, jij bent 50 jaar bezig. Dat ga je
uitzonderlijk vieren, toch wel. Zeker nu er weer al wat mag gevierd worden. Sowieso komt er een album uit in september. Het is de soundtrack van mijn leven, heet dat. En dus dat moet een zevendelige soundtrack dan worden. Ja, dat wordt een mooi... En ook een boek, ik ben het bijna vergeten. Dus, en in dat boek zijn er 14 hoofdstukken. En elk hoofdstuk is een stuk uit mijn leven, zeg maar. Zowel privé als professioneel. En dat wordt gekoppeld aan het album. Dus per hoofdstuk heb ik een lied op mijn album staan. Dat refereert naar het boek. Ja, wat is jouw favoriete Willy Sommers nummer? Oh, ik heb veel favoriete nummers. Ik ken Willy natuurlijk al heel lang. Ja. Ik vind zijn mooiste nummers zijn de verscholen juweeltjes op zijn cd's. Hè. Zoals Kleine Carlien. Dat vind ik allemaal geweldig. Ja. En jouw favoriete nummer? Want je moet elkaars repertoire nu echt wel goed kennen voor die single. Ik moet zeggen... Helemaal uit het begin van zijn carrière, Onder de Toren. En dat wordt nog vaak gedraaid op de radio. Ja, dat is nog vaak. Het is echt zo'n meeslepend valsje. Zo. Onder de Toren, daar gebeurt alles. Het festijn gebeurt, daar het feest gebeurt. Ja. Daar. Dat is een van mijn lievelingsnummers van Christophe. Ja. Kijk, geweldig. Maar inderdaad, op de radio, jullie worden allebei nog altijd graag gedraaid. Hè, zeker op Radio 2. Ja. Nieuwe single ook van jou, eindelijk. Hè, ja. Na 3 jaar. Absoluut. Daar zit dus meer tussen dan corona. Ja, absoluut. Absoluut. De single was eigenlijk net klaar. Er was een beetje, we hebben een beetje gezocht naar een nieuwe platenfirma, een nieuw team, een nieuw muzikaal team. Dat was helemaal klaar en toen kwam corona. Dus het heeft meteen 3 jaar in beslag genomen. Ja. Maar je hebt je ook klaar. Een beetje herbrond door corona. Want ik las dan dat je ook in de IMO-sector gaat beginnen. Een zomerbar. Het imperium wordt alleen maar groter. Ja, ik wil vooral... Ik heb samen met mijn zus ook een beetje de kat uit de boom gekeken. En we hebben gezegd van ja, ik wil... Wij willen minder afhankelijk worden van die carrière, want als dit nu nog eens gebeurt, ja, dan kunnen wij niet overleven. Ik denk niemand van ons. En vandaar dat we ook gezegd hebben, ook na de zomer toe, het is toch nog altijd riskant, omdat je moet toch in mei, juni beginnen plannen voor grote concerten. En daarom hebben we gezegd van nee, we gaan deze zomer ons richten op een zomerbar. En dat ga ik vanaf volgende week doen, dus ik zie er helemaal naar uit. Want jullie hebben allebei corona gehad. Ja. Ook, hè? En bij jou was het wel behoorlijk. Bij mij was het zwaar. Eind oktober vorig jaar kreeg ik... ik was eigenlijk aan het revalideren in het ziekenhuis voor mijn hartoperatie. En ik werd onder... Je hebt het daar opgelopen? Je hebt het in het ziekenhuis opgelopen? Ja, gelukkig dat ik daar was. Want ik was met mijn kiné bezig en ineens werd ik onwel. En ik werd meteen opgevangen door de kinesist. Die zei, ik ga u naar een kamer brengen. We gaan een bloedtest doen, we gaan een cardiogram doen en we gaan een test doen voor corona. En wat bleek, de dag nadien hebben ze mij gebeld. Ja, je bent positief. Meteen in quarantaine. Heel mijn gezin natuurlijk. We hadden allemaal eigenlijk... Dat was eigenlijk een zeer zware periode, want je weet niet goed hoe je eruit komt. En ik had heel veel last van de ademhaling. En ik heb mijn handen gekruist van ik hoop dat ik niet naar het ziekenhuis moet gaan. Ik heb thuis kunnen herstellen. Ja, en intussen kan je ook wel weer zingen. Ja. Je hebt ook een nieuw nummer uit. Vraag van Radio 2, in kader van Vlaanderen Feest, de 11 juli-viering. Sterker dan ooit. Ja. Met daarin de zin, er hangt vrijheid in de lucht. We zijn sterker dan ooit, dat is... Denk ik dat veel mensen dat nu toch in corona interpreteren, van inderdaad dat rijk van de vrijheid. Hè? Ja, absoluut. En ja, ik heb het geluk gehad van al 1 optreden te kunnen doen, een week of 2 geleden. En ik had dat gevoel, niet alleen ik was super blij op dat podium, maar ook die mensen allemaal. Er waren op een groot plein met 400 mensen, coronaproef. En iedereen was zodanig enthousiast en uit de bol. Jammer genoeg moesten ze blijven zitten, hè, coronaproef. Maar... Je hebt het gevoel van iedereen staat echt te wachten op... En op 12 november mogen ze gewoon echt uit hun dak gaan. Ja, dat hopen we. Hartelijk wensen. Ik zou zeggen, ga alvast naar het podium. Een tijd om een beetje te gaan luisteren, maar vooral ook al mee te zingen voor wie wil. Willy Sommers, met als voorsmaakje al meteen Christophe erbij. U hoeft misschien niet te wachten tot 12 november. En die nieuwe single, Sterker dan ooit. Dag breekt aan, de mist verdwijnt, de uren van onzekerheid. Zolang het hartje winter was, was ik blij dat jij er was. De zon breekt door, de stad herrijst, het hoofd omhoog, de armen wijd. Het geduld beloont, het duurde lang, maar hier zijn we vandaag. Vandaag viert Vlaanderen feest, alsof we nooit zijn weg geweest. Vandaag viert Vlaanderen feest en iedereen zingt mee. Er hangt vrijheid in de lucht. We zijn sterker dan ooit, sterker dan ooit, sterker dan ooit,
Hier staan we voor een nieuw begin. De dag krijgt kleur, het heeft weer zin. Deuren die weer open gaan, harten die weer sneller slaan. Het zand breekt door, de voet verdwijnt. Het hoofd omhoog, de armen wijd. Het geduld beloont, het duurde lang. Maar hier zijn wij vandaag. Vandaag viert Vlaanderen feest. Alsof we nooit zijn weg geweest. Vandaag viert Vlaanderen feest. En iedereen zingt mee. Er hangt vrijheid in de lucht. We zijn sterker dan ooit. 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 Wie wist wat wanneer over de bodemvervuiling in Zwijndrecht en heeft iemand steken laten vallen? Een onderzoekscommissie van het Vlaams parlement gaat dat vanaf morgen trachten boven te spitten. En vier leden zitten nu bij ons aan tafel. Van de meerderheid hebben we Tine Rombouts van CD&V en Koen Daniels van N-VA. Aan de overkant oppositie Mieke Schouwvliegen Groen en Hannes Danaf Vooruit. Maar natuurlijk ook, we zagen het, de voorzitter van de commissie. Om te beginnen, meneer Anaf, hoe ziet u eigenlijk de opdracht? Wat moet de commissie doen? Wel, om te beginnen, ik denk dat we een aantal weken geleden werden vooral de mensen van Zwijndrecht omgeving geconfronteerd met heel alarmerende berichten. Hè. Die mensen die vielen uit de lucht, wisten eigenlijk helemaal van niks, terwijl dat ze al die jaren daarvoor hun kinderen hebben laten spelen in de tuin, uiteraard. Hè, groentjes geteeld hebben, eieren hebben gegeten, uiteraard. En dan krijg je ineens die berichten en dan zie je dat er eigenlijk bijna niemand op de hoogte lijkt geweest te zijn. Hè. Al die ministers die wijzen naar elkaar. Dus dan, nu is er een onderzoekscommissie om te kijken. En ik denk dat onze eerste opdracht is om duidelijkheid te geven aan de mensen, antwoorden te geven. Hoe ernstig is het nu echt? Waar moeten ze zich zorgen over maken? En wat kan eraan gebeuren? En dan natuurlijk, ja, kunnen we ervoor zorgen dat de vervuiler betaalt, hè, degene die verantwoordelijk is voor de vervuiling. En ten derde, en zeer belangrijk ook natuurlijk, is ja, wie wist nu inderdaad wat wanneer? Hè? Wie heeft er op een bepaald moment niet ingegrepen? Wie heeft er ook niet gecommuniceerd naar al die mensen in Zwijndrecht? Is er niet op dat eerste al een deeltje van het antwoord gekomen met het bericht van minister Demir? Die zegt, ja, uit die metingen blijkt dat zeker wat het woongebied betreft er geen onmiddellijk gevaar is voor de volksgezondheid? Ik moet zeggen, ik heb die berichten gisteren ook gezien, maar ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de mensen in Zwijndrecht en omgeving daar niet meteen mee gerustgesteld zijn. Want ik kwam daar net in de auto naar hier en ik hoorde er op de radio een expert over die metingen zeggen, ja, maar ik zou toch nog steeds zeer hard oppassen met het eten van eieren, met het eten van groenten uit eigen tuin. Doe dat vooral niet. Dus ik denk echt dat we klaarheid moeten hebben. En dat we absolute klaarheid moeten hebben voor de mensen in Zwijndrecht en omgeving. Maar ook in heel Vlaanderen, ja. Ik denk dat veel is mensen dat zich zorgen maken. Is dat toch geruststellend, meneer Daniels?
geruststellend. Ik wil zeker vanuit N-VA, willen we die onderzoekscommissie ook weten wie wat waar, maar ook die duidelijkheid. Ik woon zelf in Sint-Gilles-Waas. Plots stond in de krant zo'n cirkel van 15 kilometer, Bever, het Waasland, Sint-Niklaas erin. Ja, wij vroegen ons af, van waar komt die 15 kilometer? Dus ik denk, daar moet rond die volksgezondheid want dat is, denk duidelijkheid. Ik, dat is denk ik een van de vragen. Dat is eigenlijk het debat, denk ik. Ja. Jullie zijn het er allebei, alle vier, over eens dat de volksgezondheid primeert en dat duidelijk moet worden voor de bewoners. De vraag is natuurlijk van, hoe doe je dat en hoe bepaal je waar het fout is gegaan? Om te beginnen, moet het onderzoek afgebakend worden in ruimte? Moet het gaan over Oosterweel-traject of moet het veel ruimer zijn? Ik denk dat we eerst... Het is niet Oosterweel. Oosterweel produceert geen PFOS. Het is 3M. Ik denk, daar start het. En ja, de vragen die bij mij dan direct opkomen, is, en ik wil vrij ver teruggaan in de tijd, bijvoorbeeld 3M heeft in 2000 een bloedonderzoek gedaan met zijn werknemers. Wat zo is daarmee terug gedaan? In de tijd, ja, toch wel. Ik denk dat dat nodig is. In 2011 was er de studie van Wendy Dollander, die toen al aangaf dat er in eieren in Zwijndrecht toch serieuze hoeveelheden PFOS zaten. Dat is bezorgd aan het gemeentebestuur van Zwijndrecht. Wat is daarmee gedaan? Tussen al die overheidsinstanties, die hebben allerlei informatie gekregen. Dus ik wil echt wel veel verder gaan. Want Oosterweel is de kanarie in de koolmijn. Ja. Gelukkig dat daar naar boven is. Wil u ook zo ver teruggaan in de tijd? Want hoe verder terug in de tijd, hoe meer ook uw partij in het vizier komt. Hè? Ja. Nu, voor ons, wij gaan terug in de tijd zover als het nodig is. Maar heel belangrijk in dit debat is dat we echt wel kijken wanneer is deze problematiek terug op tafel gekomen. Dat is op het moment dat Oosterweel op de agenda stond. En dan moeten we de vraag stellen, ja, hoe komt het dat we een dading afsluiten waar we afspraken maken over hoe we omgaan met die vervuiling enerzijds. En hoe komt het dat we eigenlijk geen normenkader hebben, nog altijd niet. We werken met richtnormen. Die zijn maar het kan voor op het dus... moment dat het Oosterweel-traject... Maar het kan voor u dat er wordt teruggegaan tot 2004, toen de allereerste vraag daarover in het Vlaams parlement gesteld werd door Groen, Agalef toen, aan Groen. Uiteraard kan dat, maar we moeten ons wel concentreren op de focus van dit debat. En, ik heb, dat is wat er gebeurd is vanaf 2017 voor u. Voor mij is dat een heel belangrijk kantelpunt geweest. Hoe zit dat voor CD&V? Ik denk dat het duidelijk is en belangrijk is dat wij transparantie krijgen. Inderdaad, de vragen die vandaag leven op het terrein, waar dat er mensen ongerust zijn over volksgezondheid, die moeten op korte termijn worden... Maar daar is iedereen het over eens. Daar zijn we het allemaal over eens, maar het is wel een element wat we meenemen om op de voet te volgen dat daar inderdaad dat eigenlijk het onderzoek naar het verleden niet een bliksemafleider is voor de problemen die vandaag zijn. Ik denk dat ook heel belangrijk is dat we daar ook de nodige aandacht aan geven. Is daar eigenlijk geen afspraak over gemaakt? Wat het verleden betreft wil ik even nog meegeven dat voor ons inderdaad naar de geschiedenis zo lang mogelijk dat nodig is teruggekeerd. Wordt, tot ook op het moment vandaag. Het is belangrijk maar wat is dat om het totaal... 2000 tot nu, tot vandaag, omdat het belangrijk is om het hele verhaal in beeld te krijgen, om dan ook te weten in welke wetenschap, wie welke beslissing genomen heeft, waarom welke beslissing genomen is, om dan ook de conclusie te trekken. Stel het risico niet, als we teruggaan tot 2000, dat we misschien op die manier een zo groot speelveld krijgen dat u... Ja, dat iedereen en niemand nog verantwoordelijk zal zijn? Ik denk niet dat dat zal gebeuren. Ik ben het eens met de collega's dat we een duidelijke tijd zijn. Is daar overigens geen afspraak over gemaakt? Moet dat nog vastgelegd worden? We moeten de regeling der werkzaamheden nog verder, verder zetten. Maar we hebben wel in het parlement, met allemaal samen, unaniem, heel het parlement een motie gestemd waar onze onderzoeksdaden staan beschreven. Dus we moeten voor een aantal antwoorden zorgen. We moeten een tijdslijn maken. En ik ben het mee eens dat die echt zo ver mogelijk terug moet gaan in de tijd. En dan heb je inderdaad een aantal cruciale punten. Er zijn er al een aantal genoemd, maar ik denk ook 2002. Op dat moment is 3M gestopt met produceren, omdat ze zelf wisten dat er echt een ernstig probleem was. En dan gaan we echt die punten allemaal moeten zetten. En dan gaan we ook moeten kijken op welk punt waren er eigenlijk alarmbellen of zijn die alarmbellen niet afgegaan en hadden ze wel moeten afgaan. En dan volg ik heel belangrijk dat punt van die dading. Die dading in 2018 is een zeer belangrijke. In 2017 de beslissing om niet te communiceren naar de bevolking. En bij die dading het belangrijkste punt daarvan, ook daar weer, hè, wordt heel duidelijk vastgesteld, dit is een ernstig probleem en we gaan een dading afsluiten om de wegenwerken te laten doorgaan. Maar op dat moment wordt er dan niets naar die bevolking van Zwijndrecht gekeken. Als we communicatie, de dading, we gaan het er zo meteen over hebben. Even aan u, meneer Daniels, als effectief gevolgd wordt wat mevrouw Schouwvliegen zegt, namelijk 2017 is het kantelpunt, dan komt natuurlijk ook meteen uw partij in het geding. Bart De Wever, Koen Kennis, Schepen in Antwerpen, Ben eventueel Ben Weitz.
Ja, het valt mij op dat bij Groenmen heel hard op die Oosterweel aan het focussen is. Alsof dat Oosterweel een FPOS producerend bedrijf is. Dat is dus niet zo. Hè? En ik wil dus inderdaad ook weten, 3M in Amerika, op andere plaatsen in de wereld produceren ze het ook. Wanneer wist dat bedrijf dat er iets mis was? En dus die studie bij hun eigen werknemers in 2000... Ja, maar die dading natuurlijk krijgen. Zal ook toch die onderzocht dading, moeten ja, worden, want daarvan zijn zelfs Bart De Wever. Ja, de mens dading, wordt daar niet gelukkig van. Die dat dading is... die zal onderzocht worden. Maar wat is een dading? Een dading is een overeenkomst. Dat wordt heel veel afgesloten. Dat is niet alleen hier. Ook in bedrijven, bij ontslag, worden dadingen afgesloten. Maar het is een opmerkelijke dading. Maar het is een opmerking, maar als Oosterweel... Oosterweel is de kanarie in de koolmijn. Als Oosterweel er niet was geweest, hadden wij hier allicht nu niet rond de tafel gezeten. En dus Oosterweel is niet alleen een mobiliteitsverhaal, is een leefbaarheidsverhaal voor ons in het Waasland. Oosterweel maakt dat de camions minder door onze dorpen zullen rijden. Maar Oosterweel en die dading is ook net de saneringsovereenkomst. Daarin staat dat we de meest vervuilde grond terug op het bedrijfsterrein van 3M gaan leggen. Daarin staat dat we een waterzuiveringsinstallatie gaan zetten. Dat staat daarin. Dat zijn die dingen die daarin staan. Hoe kijkt u naar die dading? Ja, want daar staat onder andere ook in dat 3M dan 63.000 euro ging betalen, denk ik, en Vlaanderen 75 miljoen. Wat leert u die overeenkomst? Ja. Nu, het klopt inderdaad dat bedrijven dadingen kunnen afsluiten. Ja. Dat staat niemand in vraag. Maar wat in die dading staat, dat is natuurlijk de clue van de zaak. En daar zijn twee elementen heel belangrijk in. Ten eerste de bedragen. 63 miljoen ten opzichte van 75.000 euro. Dat doet u al heel veel vragen stellen. Maar twee ook, daar staat heel uitdrukkelijk in dat Lantis, de Vlaaraan-wetgeving, maar gedeeltelijk... Lantis is de bouwheer van Oosterweel. Ja, Lantis is de bouwheer, dus in opdracht van de Vlaamse overheid werkt de Oosterweel werken uit. Die moet die regelgeving niet volgen in afspraak met... Dat staat in die dading. Wat betekent dat eigenlijk concreet? Dat we een berm gaan realiseren, een veiligheidsberm, die niet vergund is als stortplaats. En dat moet volgens de Vlaamse wetgeving... Daarom Vlaamse dat uw partijvoorzitter wel ook zegt, we moeten tot als allemaal uitgeklaard is, ook al met die berm, de werken stilleggen. Uw collega's in Antwerpen die zeggen al, nee, we gaan dat niet stilleggen. Ik wil toch even nuanceren wat betreft wat collega aanhaalt. Dus de dading... Dat is één element waar dat inderdaad rond de cijfers misschien de grote verschillen inderdaad zijn. Maar het belangrijkste is, denk ik, voor iedereen dat de vervuiler betaalt principe dat gegarandeerd is. En dat is dus een element wat we ook in de onderzoekscommissie zullen meenemen. Ja. Of dat de dading Lantis, daar eventueel... Lantis heeft of dat de dading, maar lijkt eigenlijk tot nu toe de verantwoordelijkheid wel af te schuiven. Ja, dus we zullen in de onderzoekscommissie onderzoeken of dat de dading in deze dat zou doorkruisen. Want daar is vandaag duidelijk verschil van mening over. Hè. Dus laten we dat zeker in de onderzoekscommissie verder uitklaren. Wat moet er ondertussen met Oosterweel gebeuren? Wat betreft inderdaad te werken... Rond Oosterweel en de uitspraak ook van onze voorzitter. Ik denk dat zij heel duidelijk ook aanstipt wat wij altijd gezegd hebben. Dat is dat volksgezondheid primeert. Ja. En met andere woorden, de werken voor de grootste werf van de eeuw moeten op een veilige manier gegarandeerd kunnen worden. De CD&V Antwerpen heeft hem teruggefloten. In deze zeggen wij heel duidelijk, de volksgezondheid moet gegarandeerd zijn. En in deze moeten wij vaststellen dat minister Peters, bevoegd daarvoor, heel duidelijk die stelling ook volgt. Ondertussen een expertencomité heeft aangesteld om na te gaan, twee opdrachten, of dat de werken inderdaad op een goede manier veilig kunnen uitgevoerd worden en of de normen die gehanteerd worden oké zijn. We gaan het rijtje aflopen. Hè. Wat vindt u, wat moet er met die werken gebeuren in afwachting? We moeten zeker zijn dat het op een gezonde manier, of een manier kan georganiseerd worden, dat het niet schadelijk is voor de gezondheid van de mensen in de omgeving. Stil of gaan en, door? En voor de mensen die op die werf werken, want ik denk dat we daar het ook over moeten hebben. Intussen heb ik begrepen dat op bepaalde plekken waar er zich risico's doen, dat er momenteel al niet meer gewerkt wordt. Maar op andere plekken wel? Op andere plekken wel, maar ik vond het een heel vreemde communicatie dit weekend, omdat de regering eigenlijk al een tijdje zegt van jammer, we hebben een opdrachthouder aangesteld en die gaat in kaart brengen of het op een veilige manier kan doorgaan. Ja, laat ons dan ook dat doen en laat ons op heel korte termijn... Ik denk dat we daar... partijvoorzitter zich nu niet te veel moet moeien. Ik denk dat we best niet te veel onduidelijkheid creëren in dit dossier. En als er door de regering wordt gezegd van we gaan op heel korte termijn duidelijk maken of het op een veilige manier kan, dan denk ik dat wij met z'n allen de regering daar achter hun veren moeten zitten en ervoor moeten zorgen dat er snel duidelijkheid komt. Maar die extra onduidelijkheid nog eens bij creëren,
Ja, dat vind ik geen goede idee. Wat vindt u, mevrouw Schouwvliegen, wat met werken intussen in afwachting? Ja. We hebben eigenlijk zelf 14 dagen geleden ook die oproep gelanceerd dat eerst moet bekeken worden of het alles veilig kon gebeuren alvorens we verder gaan met die werken. Dus in die zin steunen wij ook, volgen wij ook wel wat Joachim Koens zegt. Nu, wat zien we? Er wordt nu gecommuniceerd alsof er geen werken gebeuren in vervuilde zone. Nu, dat is helemaal niet het geval. Hè. Ik heb hier verslagen van de Grondenbank mee. Er worden op dit moment wel werken in een vervuilde zone. Op dit moment zone. Nog, na alle berichtgeving er van de afgelopen week. Vervuilde zone, dat, is, ja, dat gaat natuurlijk. De vraag is, wat is vervuild en wat is niet vervuild? En dat is de discussie die we ook moeten voeren over de normen. Mm. En ja, daar verschillen we ook heel dus hard is, van. Blijkbaar is Oosterweel nog niet volledig stil, ook al werd dat wel zo gecommuniceerd. Ja, maar allez, mensen, laat ons nu toch even de zaken bekijken. Eén, professor Tietgat, die we in deze toch niet kunnen verdenken van niet te weten waar PFAS over gaat, die zegt eigenlijk, laat die werken doorgaan, Oosterweel. Twee, in de zone met de zwaarst verzuilde grond, en ik zou zeggen, informeer u allemaal, daar is op dit moment geen grondverzet. Wat is men wel aan het doen? Die veiligheidsberm, want wat is die veiligheidsberm? Dat is eigenlijk zorgen dat die zwaarst vervuilde grond terug op de terreinen van 3M komt om daar gesaneerd te worden. Daar zijn de voorbereidende werken bezig. Maar die Oosterweelwerf, collega's, dat is de, ongeveer denk ik op dit moment van West-Europa de meest gecontroleerde werf. 2 milieuinspecties zijn daar geweest, een arbeidsinspectie is daar geweest, OVAM is daar geweest. En die zeggen op dit moment, en ook professor Tietgat zegt daar recent nog in de trends, zegt van ja, dat gebeurt daar eigenlijk veilig. Uiteraard zie je nu nog bewegingen. Ik ben er net nog gepasseerd, hè, maar dat zijn dan op stukken met niet vervuilde grond. Hey, we moeten toch een geen beetje opletten, aan dat de is een gigantische werf, maar die werf stilleggen, wie daarvoor pleit, gans Oosterweel stilleggen of daar stilleggen, zegt ook dat die grond die op dit moment bloot ligt, die is wel ingezaaid, maar dat die niet is ingepakt, dat die ook blijft liggen. Daar moeten we toch dus goed beseffen. Dat is. Ik wil daar wel graag meer zekerheid over hebben. En de volgende weken gaan wij ook met de onderzoekscommissie een aantal experten laten komen om het onder andere daarover te hebben. En we gaan ook ter plaatse kijken. Ik denk dat dat belangrijk is. Niet alleen naar de Oosterweelwerf trouwens, daar gaan we ook naartoe. Maar het is ook de bedoeling om in Zwijndrecht en omgeving ook met landbouwers te gaan praten, met mensen die daar wonen, gaan praten. Mm-hmm. En ik denk dat dat belangrijk is als onderzoekscommissie ook, dat we ons ook echt gaan vergewissen van de situatie op het terrein. En ik denk dat dat al veel duidelijkheid kan. Laten we misschien eens terugkijken naar wat u ook al aanhaalde, de communicatie. Want dat wordt ook een van de grote punten van dit onderzoek. OVAM komt dan in het vizier. Hadden die meer moeten doen? Hadden die informatie moeten doorspelen? Wordt dat het kernpunt? Ik denk dat het duidelijk is dat ook dat naar boven moet komen. Want er zijn de afgelopen weken zeker heel wat verhalen en ja, alleszins verdachtmaking op ons gebeurd. Een beetje door naar in die zin weten we vandaag dat ik denk niet dat OVAM dat gedaan heeft, maar in die zin weten we dat vandaag OVAM in 2017 duidelijk heeft gesteld dat er eigenlijk geen humaan risico was. Het verslag van professor Tietgat bevestigt dat eigenlijk. En heeft ook aangegeven dat inderdaad op dat moment alles onder de normwaarde zat. In dat verhaalde verslag staat toch ook, mevrouw Rombos, dat ik mag onderbreken. En dat is blijkbaar wel doorgestuurd van Landis naar OVAM. Best toch tijdelijk, geen eieren eten, kinderen niet laten spelen in de grond. Dat staat ook heel duidelijk in dat addendum, dat heel duidelijk naar OVAM is gestuurd, waarvan OVAM heel duidelijk heeft gezegd vorige week, op basis van een ministeriële beslissing hebben we niet gecommuniceerd. Voilà. Dus inderdaad, op basis van een ministeriële beslissing is dus niet gecommuniceerd. Met andere woorden, er zijn overwegingen geweest en bepaalde redenen waarom dat er niet, dat is niet gecommuniceerd is. Er zijn overwegingen geweest. Ik weet vandaag niet wie allemaal betrokken is geweest bij die overwegingen, wat de overwegingen waren. Dat is vandaag niet duidelijk. Dat is net de vraag van de onderzoekscommissie en laat ons dat heel klaar en duidelijk uitzoeken om op dat moment dan ook te concluderen. Wat denkt u, mevrouw Schouwvliegen? Want er was die mededeling van de advocaat van mevrouw De Baas, de baas van OVAM, die dus zei, er stond een persbericht klaar, er was een bewonersvergadering, maar door een ministeriële beslissing is dat allemaal niet doorgegaan. Ja, wij vinden dat uiteraard zeer erg, hè, want dat betekent... Maar op wie kan dat dan slaan? Op wie kan dat dan slaan? Want er was Joko Schouwvliegen en er was Ben Weitz eigenlijk. Hè? Ja, dat klopt. Dus ja, wij zijn alvast niet op de hoogte gebracht van die beslissing. En dat vinden we heel, heel, heel erg. Er wordt nu verteld dat de burgemeester in Zwijndrecht zou moeten geweten hebben dat dit een gevaar was.
wij zijn niet actief op de hoogte gesteld. Maar blijkbaar wel, als ik Bart De Wever hier vorige zondag gezien heb, die zei heel duidelijk, er is die waterzuiveringsinstallatie, daar is een bouwvergunning voor goedgekeurd. Dat staat daar letterlijk in. De burgemeester zal dat gelezen hebben, dus het woord PFOS en dat er een probleem was. Al die verhaaltjes die vorige week verteld zijn, die kunnen één voor één... Maar die vergunning is toch goedgekeurd? Dat is toch niet verzonnen, dat er een vergunning is goedgekeurd? Dat ging over een waterzuiveringsinstallatie op de site zelf, waarover de communicatie van OVAM ging. Dat was dat er mogelijk een gevolg voor de volksgezondheid was van de mensen in Zwijndrecht en dat de vervuiling mogelijk verder... Dus dan wist hij toch dat er mogelijk een probleem was? Wat lief? Dan wist hij toch dat er mogelijk een probleem was? Ja, maar wij hebben die communicatie... Die communicatie is niet ontvangen door de mensen van Zwijndrecht en U zit hevig ja te klikken. Hoe kan dat nu dat een burgemeester... De vorige groene burgemeester, Minnebo, heeft in 2011 een doctoraatsrapport gekregen waar Zwijndrecht staat aangeduid in de eieren. Dan vraag ik mij af, en dat wil ik ook in de onderzoekscommissie zien, als je als burgemeester van een gemeente... We weten niet zeker dat hij dat ontvangen heeft, natuurlijk. En de man is er niet meer. We kunnen ja, oké, okay, maar dat kan nagegaan worden. In gemeente wordt alle binnenkomende post ook mails aan de burgemeester. Dat wordt gerubriceerd. Maar als je als burgemeester ook advies moet leveren in een waterzuivering, waar het heel duidelijk gaat over PFOS, je levert als college daar een advies in, dan kan je nu toch niet zeggen, wij wisten daar niet van. Wat mij belangrijk is, en dat is de tijdslijn die ik in de onderzoekscommissie wil zien, echt een tijdslijn. Ja. Ik heb er ook voor gepleit wie, wat, wanneer. En ook de verkokering binnen onze overheidsinstanties. Want recent, want ik wil ook nog... je hebt OVAM, maar je hebt natuurlijk ook het agentschap Zorg en Gezondheid. Mm-hmm. Maar in 2006 heeft de FOD Volksgezondheid Federaal ook een studie besteld die in 2011 is opgegeven. Als ik dit hoor, meneer Ranaf, gaat u vanaf maandag binnen de commissie al meteen conflicten mogen oplossen? Oh nee. Goed, ik denk dat we met z'n allen die tijdslijn moeten maken. Hè, van wie wist wat wanneer. Ja. Ik wil even terugkomen op die niet-communicatie in 2017. Hè. Wat mij enorm stoort, en dat is echt het belangrijkste punt, denk ik, in heel dit dossier, dat is, er wordt hier gediscussieerd over, is dat dan OVAM geweest, of minister Wijs of minister Schouwvliegen? Maar wat mij enorm stoort is, en dat moet de cruciale vraag zijn, waarom, als iedereen nu zegt dat de gezondheid van de mensen zo belangrijk was, waarom wordt er dan de minister van Welzijn, Jo van Deurzen, waarom wordt die daar dan niet mee? Die vraag wordt zelfs blijkbaar niet gesteld. Terwijl, dat is een vraag. Dat is de hamvraag. Waarom? Dat er PFOS aanwezig was, denk ik dat iedereen daarvan duidelijk was. Maar dat PFOS aanwezig is, en ik denk dat niemand hier kan ontkennen dat daar gegevens over geweten waren. Er is van 2002 een biomonitoringsprogramma in Vlaanderen om te meten in bloedstalen wat de PFOS-waarde is in bloedwaarde van mensen. We moeten vaststellen dat de laatste meting daarvan gekend zijn in 2000 en dat daar duidelijk een dalende trend in was. We kunnen niet zeggen dat er de afgelopen jaren niet actief rondgewerkt is. De enige vraag is wel, als er bepaalde rapporten liggen en op het moment dat er vergunningen verleend zijn, wat wisten we op welk moment en hoe werd het risico ingeschat voor de mensen? Waarom is op dat moment dan niet die communicatie? De naam van Deurzen lanceert u nu. Voor alle duidelijkheid. Is dat de naam die ook op tafel moet komen? Dat zou kunnen, maar voor alle duidelijkheid, het gaat mij niet om wie heeft dat hier nu gedaan. Het gaat mij erover dat in dit dossier dat er altijd gekozen is voor, we gaan oplossingen met die dading ook, we gaan ervoor zorgen dat die wegenwerken vlot gaan. En er is nooit de reflex gemaakt van, er is ook een gevaar voor de gezondheid van die mensen in Zwijndrecht en omgeving. Ja. En dus daarom vind ik dat hallucinant dat in 2017 dat die minister van Gezondheid niet betrokken dat wordt. Dat impliceert dat het agentschap Zorg ook had moeten kunnen communiceren. Wel, dat gaan we moeten uitzoeken. Ik weet zelfs niet of zij daar echt van op de hoogte waren op dat moment. Ja, Wouter Beke beslissing, beweerde dat vind ik een hele vreemde. Dat Wouter Beke beweerde toch onlangs, nu bevoegde minister, dat zijn agentschap dat ook nog maar 3-4 weken... Op basis van de gegevens die op dat moment gekend waren van Zwijndrecht. Mevrouw Schouwvliegen. Nu, misschien nog even terug. We hebben inderdaad een aantal dingen... We wisten dat er PFOS was. We wisten dat op de site daar een probleem was en dat daar moest gesaneerd worden. De link naar buitenuit was heel onduidelijk. Maar we zien ook dat deze huidige regering nog altijd beslissingen heeft genomen zonder rekening te houden met die PFOS. Ik ga maar de opeenvolgende groene burgemeesters van Zwijndrecht hadden misschien ook wel meer kunnen en moeten doen. Hè? Ja, zij moeten roeien met de riemen die ze krijgen. Ik ga een voorbeeldje geven, nog eens een veiligheidsberm. De vergunning die verleend is voor die veiligheidsberm is gewoon een vergunning voor een stedenbouwkundige constructie. Daar staat het woord PFOS niet in. Ja. Dus ik wil alleen maar meegeven... Collega, dat is niet correct. Er staat PFOS effectief in. Door het advies van ANB. Nee, er staat effectief in de vergunning wel dat degelijk dat de grond vervuild is met PFOS. En het gaat inderdaad over een buffer en het inkapselen van de veiligheidsberm. Dat is helemaal niet correct. Dus, ik zal u de vergunning... Okay. Maar dat voelt u nu ook al natuurlijk, als u tot dat luikje wil komen van die politieke verantwoordelijkheid. Ja, als u zeker teruggaat tot 2000, daar zijn heel veel partijen die daarin zitten...
Dat gaat heel moeilijk worden, hè? Om dat als commissie samenlijk dan te durven beslissen. En daarom dat ik ook in de commissie vrijdag al een oproep gedaan heb van collega's, als we dit echt willen uitspitten en als we echt verantwoorden willen zorgen voor die mensen van Zwijndrecht en omgeving, dan gaan we met z'n allen uit onze egelstelling moeten komen. En dan gaan we allemaal, buiten ons partijbelang moeten durven. We zitten dan met 15 of met 16 mensen. Iedereen gaat daar zijn partijbelang moeten overstijgen, want anders dan gaan we helemaal niet ver geraken. Denk dat is een engagement. Iedereen gaat van echt engagement moeten opnemen om dat op te nemen. Vlaamse en Belgische politiek heeft niet meer die traditie van verantwoordelijkheid opnemen. Maar ik denk, vandaar dus dat het ook, zou nieuw zijn. Hè? Vandaar dat ook dat ik ook die volledige tijdslijn wil. En ik wil ook dat bedrijf 3M, beste collega's, want daar begint het mee. Ik wil echt weten, dat bedrijf, wanneer wisten zij zelf, intern, ook vanuit internationaal perspectief en internationaal onderzoek, er is iets mis. Want als een bedrijf stopt met een product... Dat is al lang, want ze hadden in de Verenigde Staten ook al rechtvaardig. Maar dat wil ik dan weten, want heeft dat bedrijf hier zelf ook actief gecommuniceerd? En ik vind het wat jammer dat de collega Van Groen eigenlijk altijd maar teruggaat tot 2017. Allee, dat vind ik wat jammer. Ik wil het volledige plaatje zien. In 2011, dat doctoraatstudie, die is toegekomen in die gemeente Dat Zwijndrecht. Hebben we inderdaad wat is daar, al wat is besproken. Daarmee gebeurd? En ik heb begrepen dat de voorzitter ook een langere tijdslijn wil. Natuurlijk een langere tijdslijn, al die verantwoordelijkheden, al die studies. Het moet in januari klaar zijn. Hè? Is dat een haalbare kaart? Ik denk dat wel. We gaan hard werken. En ik denk dat iedereen engagement wil opnemen. We gaan ook echt doorwerken deze zomer. We hebben nog een aantal weken waar we hoorzittingen en ook ter plaatse gaan gaan. En dan, er zijn heel veel documenten, heel veel dossiers die we gaan moeten bestuderen. En dan is de bedoeling om daar een aantal weken voor te nemen en dan meteen terug te vertrekken. En inderdaad, een cruciale vraag zal ook zijn... Wat met 3M? Daarom gaan we ons ook echt juridisch laten bijstaan om ervoor te zorgen dat wij ook geen fouten maken die ervoor zorgen dat zij hun verantwoordelijkheid ontlopen. Ik wil jullie danken voor dit gesprek. Er wacht jullie heel veel werk en ik denk dat de kijkers ook wel doorhebben dat het een heel complex en heel technisch dossier is met veel partijen en grote belangen. Dus veel werk aan de winkel. Dank u wel. Dankjewel. Ja, PFOS, daar gaan we het dus zeker ook volgend seizoen hier nog over hebben. De politici aan tafel hebben dan wel het geluk dat ze niet meer achtervolgd zullen worden door Linda de Win. Want 11 juli is het haar laatste Villa Politica en straks is zij ook onze slotgast. Daarvoor gaan we nog eten bij Seppe Nobels en komen Johan Heldenberg en Hilde de Baardemaker langs. Want zij spelen mee in Mijn Vader is een Sossies, de eerste Vlaamse film in onze bioscoop sinds corona. En wat een weekend voor sportliefhebbers. Gisteren de tumultueuze start van de Tour de France en de tweede rit vandaag belooft ook spannend te worden. Vanavond de Rode Duivels tegen Portugal op het EK voetbal. En gisteravond de halve finale op het EK basketbal voor vrouwen. Maar de Belgian Cats hebben zich tegen Servië niet kunnen plaatsen voor de grote finale. Open shot van Lo, die kan helpen. Nee, te kort. Het is een slechte start. En ze scoort. Julian Mo. Staan gelijk. De Belgian Cats komen terug. Ja, die valt binnen. Schitterend van Kim Mestak. 1 punt het verschil. Het is snel voorbij, hoor. 1,6 nog. Ja, hier is het. Gooi, gooi. Ja, ja. Het is binnen. Het is binnen. Kim Mestak. Ja. België wint de match toch? Nog even afwachten. Ja, ja, ja. Shot voor of na die buzzer. No, het is voorbij. Servië speelt de finale. België speelt de match om het brons. Ik denk dat we ons hoofd omhoog mogen houden om van dit Servië te verliezen. Het zijn 1-1 grote speelsters en ik denk dat we toch wel een hele sterke match hebben gespeeld. Dus het is niet dat we een slechte prestatie hebben neergezet vandaag. Dus we moeten volop voor dat brons gaan en die derde plek proberen te pakken. Goedemorgen, Jana Raman. Door een gebroken duim kun jij helaas niet meespelen, maar je bent wel ter plekke om te supporteren. Wauw, wat een ontknoping. Ik neem aan dat de ontgoocheling immens moet zijn bij de speelsters. Ja, ik denk dat we gisteren na de match inderdaad even in een euforie waren gegaan omdat de bal van Kim nog binnenvloog. Maar daarna kreeg ik dan eigenlijk terug het deksel op de neus dat we toch niet gewonnen hadden. Ja. Dus de ontgoocheling gaat sowieso groot geweest zijn.
Maar sowieso, het is niet gedaan. Vanavond is er een nieuwe match. Kunnen we nog altijd de bronzen medaille halen en kunnen we nog altijd op dat podium staan. Ja, ja. Dus de meisjes gaan zichzelf sowieso wel terug opladen om straks alles terug te kunnen geven. Hoe heb je het zelf overigens beleefd? Want je zat erbij in de tribunes. We zagen net beelden die Linde Merkpoel heeft doorgestuurd. Was het afzien? Ja, ik zeg het is echt wel... Ik was eerst de eerste wedstrijd in Straatsburg heb ik thuis beleefd. Dat viel mee voor tv, omdat je alleen zit, dat je zo eigenlijk een beetje op jezelf kunt supporteren zoals je wilt. Gisteren tussen de fans was toch nog een heel andere beleving en toch wel meer emoties. Ja. Ik zeg het gisteren op tijd en ook voor mij. Ik dacht, was het op tijd of niet? Maar dan heel de fans beginnen allemaal te roepen van ja, het is binnen. En dan ik leefde mee met de fans en dan een minuut daarna is het van ja, nee, het was toch te laat. Dus ja. Emoties, ik zou zeggen, maal duizend. Maar toch dank je voor de fans, want ik zeg het echt chapeau dan die er altijd achter ons hebben gestaan gisteren. Ja. De hele nu, ze maken nu kans op brons. Jullie pakten in 2017 ook al bronzen. Maar toen waren jullie eigenlijk nog een beetje de verrassing. Nu jullie waren beide favorieten. Ik neem aan dat daardoor de ontgoocheling misschien nog net iets groter is. Ja, ik denk dat we nu ook wel beseften dat we geen underdogs niet meer waren. Dus dat we ook wel de TK anders hebben aangenomen. Ik zeg het, we hebben al twee wedstrijden nipt gewonnen. Gisteren dan nipt verloren. Ja. Op zich, ja, ik zeg het, we zijn geen underdog meer. Dus je weet dat je inderdaad ook van de favorieten bent. Dus je weet dat er meer druk bij is. Dus ja, het is anders. Maar ik denk ook wel dat we echt als ploeg iedereen beseft dat we hier ook niet als underdog stonden. En toen wel. Ik hoorde wel vanmorgen de coach zeggen, zo'n kans op goud komt misschien nooit weer. Ja, dat kun je niet echt voorspellen. Hè. Ik denk dat we dit jaar ook al, ik zeg het, zo al twee close games ook hebben gewonnen. Inderdaad, nu waren we echt super dicht. Maar je mag Servië ook niet onderschatten. De speelsters die in Servië spelen zijn allemaal echt wel grote madammen in de basketwereld. Dus ik denk dat we gisteren echt wel gevochten hebben tot effectief tot de laatste seconde, zelfs tot de milliseconde. Maar als je dat net niet haalt, is dat ook een deel van de sport dat we erbij moeten nemen. Natuurlijk. Nu vanavond om 6 uur is het dan die wedstrijd voor het brons tegen Wit-Rusland. Kun je dat inschatten? Maken ze een goede kans? Het is zeker geen makkelijke wedstrijd. Ik denk eigenlijk dat het een beetje hetzelfde zal zijn dan gisteren. Als je de wedstrijd van Belarus ook zag gisteren, dan is dat ook wel een stevige ploeg, ook tegen Rusland. Zie je dan die toch wel meedoen en dat we zelf ook tegen Rusland een vrij moeilijke wedstrijd hadden. Dus ik denk een beetje hetzelfde scenario als gisteren eigenlijk. Maar dan wel met de kers op de taart en wel een bronzen medaille, alsjeblieft. Jana, nog even over jezelf. Een gebroken duim, dat is niet niks in het basketbal natuurlijk. Je bent aan het revalideren. De volgende afspraak is natuurlijk de Olympische Spelen in Tokio. Dat is al eigenlijk heel dichtbij. Ga je daarbij zijn als speelster? Raak je er? Ja, ik ben sinds vrijdag uit de gips. Dus die heb ik gewoon een breesje. Je ziet, ik kan al een micro vasthouden. Dat is dan niet zo. Nee, ik denk wel dat het goed komt. Het is ook het rechtse hand. Je merkt wel dat de pols nog een beetje stijf is, maar daar werken we aan. Ik heb er wel alle vertrouwen aan eigenlijk dat ik in Tokio er zal kunnen staan. Okay. Ik mag ook beginnen lopen en terug alle krachttrainingen en dergelijke doen nu door het breesje en niet meer de gips. Dus ik denk dat dat heel goed zal komen. En we gaan er alles aan doen dat dat goed komt. Hè. We hebben geen andere optie, dus we gaan ervoor. Jana, ik ben zeker dat ik niet de eerste ben met de flauwe opmerking, maar ik meen het van harte. We duimen voor jou dat je erbij bent dan. Dank je wel. All right. Dag. Ja, en van Valencia naar het mogelijk nog hetere, denk ik, Sevilla. Want daar, Ruben van Gucht, vanavond om 9 uur. De match die iedereen wil zien. De Rode Duivels tegen... ik vergeet het nu. Tegen Portugal. Tegen Portugal. Hoe kan ik dat nu vergeten? Ruben, weet je al iets meer over de opstelling van de Rode Duivels? Nee, dat is giswerk. Uiteindelijk, je vraagt de bondscoach Roberto Martinez daar een keer of 3-4 naar, maar dat is een meester in het niet laten zien van het achterste van zijn tong. Je gaat ervan uit dat hij met een heel ervaren ploeg gaat spelen, want iedereen weet dat het een dubbeltje op zijn kant wordt, dat het gaat gespeeld worden op details. En dat je dus ervaren jongens nodig hebt die op dat soort situaties ingespeeld zijn. En dan zijn er twee posities waar je naar kan kijken. Achteraan gaan we ervan uit dat Thomas Vermaelen zal spelen samen met Toby Alderweireld en Jan Vertonghen vanwege hun geschiedenis samen. De ongelooflijk vele caps die ze samen hebben gespeeld.
En dan is het ook nog de vraag natuurlijk, ja, Eden Hazard of Yannick Carrasco? Dat is een beetje het twijfelgeval op de linkerkant. Hazard, ja, man van grote momenten, veel ervaring. Carrasco, uiteraard ook al veel meegemaakt, maar misschien net iets minder dan Eden Hazard. Maar je kan ook zeggen, Hazard misschien laten inkomen op het moment dat het moeilijker wordt, dat er iets moet geforceerd worden. Heeft hij dribbel, heeft hij actie? Lieven, sorry hoor, maar we gaan het maar anderhalf uur voor de wedstrijd echt weten. Nee, dat is zo. Een ander punt is de grasmat. We zagen net beelden van de training gisteravond van de Rode Duivels. Dus ze hebben kennis gemaakt met die grasmat. Ligt die er nu echt zo slecht bij? Wel, aanvankelijk, wij waren daar denk ik gisteren rond de klok van 2:30 zoiets. En dan was er nog niet op getraind en dan had je de indruk, ah, valt hier toch wel echt mee, zo erg is dat nu toch ook weer niet. Maar dan begonnen die Portugezen daarop te trainen en die waren nog maar ja, vrij normale oefeningetjes aan het doen, balletje een beetje aan het rondspelen. En onmiddellijk kwamen er graszoden heel snel los en nadat die training van de Portugezen afgelopen was, mochten wij opnieuw langs het veld gaan staan en dan zag je echt wel de impact die nog maar één training, die zelfs niet op grote intensiteit gespeeld werd, had op dat veld. Dan moesten de Duivels daar samen, 's avonds nog op spelen. Dus het gras ligt los. Dus ik denk dat we na een kwartier al heel veel losse graszoden gaan zien. Een perfect veld is het zeker niet. Nee. En dan is er natuurlijk ook nog de hitte. Als je dat samentelt, de inzet, de hitte, het gras. Wat voor wedstrijd kunnen wij eigenlijk verwachten? Wel, we moeten afgaan op wat de bondscoach, wat de spelers de voorbije dagen gezegd hebben. Dit is niet meer het België van het WK 2018, waar ze frivool voetbal brachten, waar ze ja, geweldig voetbal brachten. Deze jongens willen prijzen pakken en dat is echt het enige wat hen interesseert. Er is al vaak deze week gezegd, we moeten geduldig zijn, we gaan afwachten, we moeten de controle houden over het spel. Het hoeft zelfs niet mooi te zijn, zei Romelu Lukaku. En ergens, ja, als het resultaat uiteindelijk daar is vanavond, moeten we daar begrip voor opbrengen natuurlijk. Als het resultaat er niet is, ja, dan heb je ook geen mooi voetbal gespeeld. Dus ik denk dat we een heel zakelijke wedstrijd gaan krijgen. Heel afwachtend. Portugal is ook een afwachtende ploeg. Dus de mensen die vanavond een heerlijke pot voetbal verwachten, ik vrees dat die toch aanvankelijk bedrogen gaan uitkomen. Kunnen we dan verwachten dat er ook een soort clash komt tussen Ronaldo en Lukaku, de topscorers? Ik denk dat dat iets is dat, laten we zeggen, eerder door de media en door de buitenwereld gecreëerd wordt. Ik denk niet dat Romelu Lukaku en zeker ook niet Cristiano Ronaldo alleen maar bezig is. Vandaag moet ik één doelpunt meer maken dan Lukaku of Ronaldo. Ze zijn allebei gewoon alleen maar bezig met prijzen pakken. Ik vroeg Lukaku eergisteren nog, want toen hadden we een one-on-one met hem. Ja, ben je nu bezig met die topschutterstitel? En hij zei, ja, nee, ik ben alleen maar bezig met Europees kampioen worden, want dan speel ik alle mogelijke wedstrijden op een EK en dan heb ik ook veel meer kans om topschutter te worden. Dat is gewoon iets dat erbij komt. En ja, ze hebben ook al in de competitie tegenover elkaar gestaan. Het is niet de allereerste keer. Laten we zeggen dat het een beetje een mooi mediaverhaal is, maar ik denk niet dat de spelers zelf daar heel erg mee bezig zijn. Oké, Ruben, dan kijken we nu uit en tellen we af naar vanavond 9:00, de start van die match tussen, ik ga het nu goed zeggen, België en Portugal. De match met heel veel inzet. Dank je wel voor je verslag vanuit Sevilla. En dan weer muziek. Willy Sommers en Christophe. Dikke vrienden en respectievelijk 50 en 30 jaar op de planken. Volgende zondag staan ze samen in de Gelamco Arena. En op 12 november zullen ze samen de Lotto Arena platspelen. En Christophe die heeft zijn eerste single in 3 jaar uit. Als je bij me bent. Grote hit al meteen en de perfecte na-corona meezinger. Christophe.
deugeniet, hè. Dat zeg je een grote deugeniet, hè. Ik heb ontslag genomen. Ontslag? Nog nieuws? Ik heb een keer nagedacht over mijn professionele situatie. Papa wordt acteur. Huh? Acteur, ja. Je gaat mij binnenkort op de planken zien. Wat voor plank? Hij gaat u compleet belachelijk maken. Papa is niet belachelijk. Stel dat alle Vlaamse acteurs gelijk doodvallen, dan nog gaan ze papa geen rol geven. Theater? Waarom niet een opera? Zo is 12 van wat er op zit. Misschien moeten we niks zeggen aan de rest. Ja. Wat vinden? Burn-out, 100% zeker. Ja, mijn vader is een saucis en hier zit hij dan. Hè. Dag, Johan Heldenberg, dag, Paul Lisbeth. In de film. Met jouw echtgenote in de film, met Veronique. Dag, Hilde de Baardemaker. Hallo, goedemorgen. Ja, wie het zelfs nog niet gezien heeft, voelt al meteen. Het is echt zo'n feel-good familiefilm, denk ik. Over een vader, een dochter en een droom. Ja, dat is het. Dat is ja, perfect. Moest je het in één zin moeten uitspreken, dat is het. Het is een film over... het is een familiefilm. Het is de perfecte film om terug naar de cinema te gaan na deze COVID-periode. Met heel uw familie. Iedereen gaat het leuk vinden. Het is zeer ontroerend. Absoluut. Ja, we hebben dat goed gedaan. Oké, dan kan u nu al gaan. Want jij speelt inderdaad de moeder, maar ook de carrièrevrouw. Zo ja, een beetje de bitch. Afwezige... Ja, de bitch. Ja, de bitch. Dat is streng. Ook weer streng. Echt, nee, ook eigenlijk niet. Ook niet. Ze is niet altijd lief voor jou, toch? Ja, maar pas op, er zijn... Allee, dat moet genuanceerd worden. Een relatie is complex, hè, Lisbeth, dat weet je. Nee, die mama is... Uiteindelijk is haar mama met een carrière, maar die een beetje opgelegd is door haar vader. Dat is een familiebedrijf. Dus zij moet gaan voor dat bedrijf, maar dat is ook niet haar intrinsieke keuze. Uiteindelijk heeft ze ook heel veel liefde voor haar kinderen en voor haar man. Ja, voilà. Maar, dat voelen we dan op een bepaald moment. Absoluut. Maar dat hangt stress over, ja, dat is zo. Maar het is wel tof om te zien, want dat gezin staat zo op losse schroeven, omdat die mama zo afwezig is, die papa het even niet weet. En dan ontstaat er zoiets gewoon tussen vader en jongste dochter. Ja, dat kan niet anders dat die moeder eigenlijk ook weer helemaal... Helemaal kapseist, ja. Ik schrok wel toen ik eigenlijk las dat het jouw eerste Vlaamse filmrol is in 10 jaar. Ja. Jou hebben we ook al op het grote scherm moeten missen, denk ik, sinds Dossier K, 2009. Mm-hmm. Op de televisie wel te zien, ook nu in de telenovelle Lisa. Ook jou zien we natuurlijk wel in andere films. Maar hoe komt dat? Is in jouw geval het buitenland dan interessanter geworden? Nee, het is zo of dat... Jij wil gewoon geen Vlaamse hoofdrollen meer spelen. Oh nee, het is omgekeerd. Ik heb geen vragen gekregen. En ik... Dat is toch raar? Oscar-genomineerde Vlaamse acteur uit Gent? Misschien uit Gent is een probleem, maar nee, maar... Ik weet het niet. Ook als je zo heel erg in de picture staat, dan hebben we regisseurs misschien zoiets van, ja, dat is te evident en dat gaan we niet doen. En, of die heeft toch al werk. Maar die heeft toch al werk. Mensen denken dan, nou, die nu zit in Frankrijk, maar ik woon gewoon in Gent. En... Ja, je bent pistolees nog gaan halen, hebben we daarnet gezien. Jij doet veel televisiewerk. Is dat misschien ook, want dat zie je wel heel veel goede acteurs, zie je meer en meer eigenlijk toch in allerlei televisieprojecten. Is dat gewoon misschien ook interessanter geworden? Goh, weet je, ik ben in het dagelijks leven ook die mama die heel hard aan het werken is. En in 2010 heb ik een tweeling gekregen. Dus in dat opzicht is Veronique, mijn karakter, enorm dicht bij mij. En ik maak natuurlijk keuzes in om een beetje evenwicht te vinden binnen mijn eigen effectief niet-fictieve gezin, om een balans te vinden tussen werken en mama zijn. Ja, en dan natuurlijk is er dan die film die jullie allebei terug op dat grote scherm samenbrengt. Jullie hebben dat goed gedaan, om iemand te citeren. waarom zijn die dan wel bij jou terechtgekomen? Aangezien niemand nog aan jou... Het is de hoofdvraag eigenlijk. Want ik had zeker in de filmwereld... En filmregisseurs zijn zeer echt zo monomaan. En op theater kan ik al wel eens de nozelaar uithangen. Maar op film kennen mensen mij als altijd triestige rollen, zware onderwerpen. Maar Anouk Fortinier heeft toch een stap in het duister gezet voor haar. En ik heb auditie gedaan en ze vond dat heel schoon. Je hebt ook echt auditie gedaan in zo'n worstenpak? Nee, niet in een worstenpak. We hebben gewoon een gewone scène gespeeld. Maar ik had er heel veel zin in om eens wat licht te doen. En Anouk heeft mij gekozen. Ja, en hoe was het? Want we zien de beelden ook dat jij dan fietsend door Gent met dat kostuum aan...
Hoe was dat? Want blijkbaar was het niet eerst het beste, het kostuum. Is dat niet zo simpel als nee, het eruit ziet? Nee, dat is niet zo simpel om op een fiets te zitten. We hebben echt een speciale fiets moeten zoeken waar dat worstenpak plaats had of zo. Maar dat is fantastisch. Ik doe niet liever dan mij zo wat belachelijk maken en mensen hun gezicht te doen draaien. Ik vind dat was het de eerste keer dat je een worst speelde in jouw leven? Want ik neem aan, acteurs, dat is toch beeld dat we allemaal hebben. Zeker als jullie in het begin naar het conservatorium of Herman Teylinga gaan, dan moeten jullie toch... Ja. Allerlei dingen spelen. Op de studie van Herman Teylinga, ik weet niet of dat op conservatorium ook zo was, maar op de studie van Herman Teylinga begint het eerste jaar alleen maar met mimetische oefeningen. Dat wil zeggen, speel een bloemkool, speel een perzik, speel een gorilla, speel een... Maar een worst zat er niet tussen. Een worst zat er niet tussen. Ja, ik heb toch een andere opleiding gevolgd. Ja, maar kijk, we komen dan toch... Ja, het is... Ja, nu, je hebt allebei zo een button aan, hè, want je hebt ook al van in het begin gezegd, we hopen dat de mensen daardoor terug naar de cinema zullen gaan. Maar natuurlijk, het is cinema, dus er is niet alleen een button, er is ook een filmpje dat erbij hoort. Ja. Weet je nog hoe het voelde? Jij en ik. De wereld buiten leek niet meer te bestaan. Het is veel te lang geleden. Ik heb je gemist. Het is weer tijd. Voor jou en mij. Toch een beetje schrik dat mensen de weg naar de cinema wat moeilijker terug zullen vinden? Ja, eigenlijk wel, maar cinema is dan een van die onderdelen. Cinema heeft geleden, de hele culturele sector heeft geleden en zal dat de volgende 5 jaar nog doen. Want ik ga je daar niet mee lastigvallen, maar er ligt heel veel op het schap. En mensen... Ja, want dit was ook al even gedraaid. Hè? Ja. Ja, maar de weet je, films worden gemaakt voor de cinema. Die lenzen zijn cinemalenzen. Het geluid is cinemageluid. En de cinema is de beste plaats om van een film te genieten. Mm-hmm. Nu, mensen hebben heel lang thuis gezeten, zijn verslaafd geworden aan Netflix. Sommigen zijn het misschien wel beu, maar mensen zijn gewoontedieren. En nu is het onze taak om te zeggen van, gasten, stap weer buiten. Durf die drempel weer over. En of dat dan nu naar een dansvoorstelling of naar, weet ik veel, of naar het café of samen naar de voetbal kijken. Maar ga buiten, alsjeblieft. Je moet niet meer zo bang zijn. Natuurlijk, als je buiten gaat, wil je inderdaad misschien net op café die vrienden zien praten. In de cinema moet je ook weer zwijgen. Maar in de cinema, ik vind wat aan de cinema zo magisch is, is dat je met een hele zaal, en oké, die zit door COVID niet helemaal vol, maar je beleeft het wel samen met andere mensen. Ja. Tegelijkertijd gaat op een flow van emoties die je raken. En als dat niet gewoon met uw lief in de zetel is, maar met een hele zaal. Daar krijg ik kippenvel van. Dat raakt nog dieper en nog meer. En dat is magisch. Is dit dan de goede film om ter Vlaming nu terug naar de cinema te halen? Oh jawel, daar ben ik hier. Ja, absoluut. Omdat je kunt met heel veel zin gaan. Ja. En er zijn nog die een gezamenlijke adem in een zaal. Mm-hmm. En het is ook echt lachen en janken. Ik heb gisteravond nog sms'jes gekregen van vrienden, vriendinnen die dan naar de cinema geweest waren om naar mijn vader de saucisse te gaan kijken, die letterlijk gezegd hebben, wauw, ik heb zo hard gejankt en zo goed gelachen. Dus dit is natuurlijk ook een beetje een, met alle respect, een safe bed, een veilige keuze. Het is een familiefilm, het is feel good. Mm-hmm. Je kan er moeilijk heel kwaad of lastig van buiten lopen. Je zegt het inderdaad, er ligt ook heel veel op schap. Is dat ook niet een beetje de vrees? We staan ook voor de zomer, dan kiest men doorgaans altijd al een beetje voor de meer toegankelijke film. Dat die andere films wat meer nog op het schap zullen blijven liggen of wat meer nog in de wachtkamer zullen moeten blijven? Kijk, ik denk dat de exploitanten hebben afgezien, de distributeurs zijn af, de producers zijn af. Er zijn een hoop films gemaakt, ook in die periode dat we mochten. En er ligt nog wat op het schap van 2018 en 2019. Nu is het de taak om die exploitanten om risico's te nemen. Dat wil zeggen, niet alleen de Amerikaanse blockbusters. En niet alleen de films die moeilijk beginnen. Maar nu moeten we de mensen terug naar de cinema lokken met misschien wat feel-good dingen. En dan denk ik dat mijn vader is precies een perfecte aangelegenheid is. En er zit natuurlijk wel wat tactiek achter, maar ook een beetje ook lef. Want de producer heeft gezegd, van, we moeten wachten eigenlijk tot september of oktober. Dan is de zomer gedaan, dan gaan de mensen niet meer in Oldernof zitten. Maar gaan ze weer naar de cinema gaan. Zomer kan maar hij heeft eens gezegd, van, we moeten dat nu doen. Want de Belgische, Vlaamse cinema
ligt ons nauw aan het hart. Hoe het is was een perfecte film. Om die film, want ja, ik zei het al, hij is gemaakt in 2019. Mm-hmm. Om hem nu zo dan in première terug te zien. Oh, heerlijk. Ja, ja. Ja, goede herinneringen. Hè? En ja. Dan denk je van, ja, dat was nog voor alles. Ja. Dus, het voelt zelfs soms een beetje onwennig om te... Oeh, ah, met zoveel mensen onder een tent. Want ja, jullie zijn allebei terug ook bezig. Is het wel anders geworden, inderdaad? Ja, ja. Er is echt een voor en een na, ook op de set. Absoluut, op de set. De hele crew heeft altijd constant een mondmasker aan. Het is, wij repeteren ook met een mondmasker. Het is zo moeilijk om te communiceren. Wat dan normaal met een cameraman tik-tik, even pingpongen is met een blik en even zo. Kun je direct anticiperen, terwijl dat nu... Ja, moet dat uitgelegd worden? Als je een naam hoort, denk je, wie vraagt er iets? En figuranten worden digitaal ingevuld op dit moment. Allee, bedoel, je kunt niet met 300 figuranten draaien, dat gaat niet. Allee, er zijn heel veel dingen, maar vooral die mondmaskers, dat je zo 10 seconden voor actie nog je mondmasker moet aandoen en je gaat zo uit de flow. Allee, ja. Dus zo. Ja, je hebt niet altijd een tafel om het op te leggen. Ja. Maar zeg, mag ik je trouwens een button aanreiken van Wheel of Cinema? We verwachten dat jij dat ook draagt. Papa, ik zal dat met plezier dragen. Het is ontsmet. Is het ontsmet en met liefde gegeven? Ja, met liefde gegeven, dat is het belangrijkste. Maar ik wil jullie allebei hartelijk danken. Graag gedaan. Ja, nog spijtig dat er maar één button is, maar misschien zijn er nog in de voorraad. Stel, je bent topchef, je wordt 40 en je restaurant moet in COVID-lockdown. Dan ga je misschien al eens nadenken. Sterrenchef Sepp en Nobels besliste om het fornuis van Graanmarkt 13 achter zich te laten en met iets totaal nieuws te starten. In Stroom is het een tijdelijk restaurant in Antwerpen waar anderstalige nieuwkomers mee in de potten roeren. Een succes en een onverwachte eye-opener voor de groentekok. De allerlaatste reportage voor ons van Lon van Erp. Welkom bij Academie Instroom. Een restaurant, zoals dat je ziet, maar een opleidingscentrum. Wij leiden hier vluchtelingen, anderstalige nieuwkomers op de werkvloer, een belevingsrestaurant. Mensen kunnen direct proeven wat dat die in kwaliteiten zijn. Hier staan allemaal ruwe diamanten. We zijn nu aan het klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Wauw. Supergoed. En hier werken, hier alles oké. Een beetje meer Nederlands, een beetje meer koken. Allemaal grof hier. Oeh, stap goed. Het is van Afrikaan, Congo-Brazzaville, mijn land. Ik heb de voorbije 13 jaar op Graanmarkt heel hard geknokt voor meer groenten in de gastronomie te krijgen. Ik denk dat dat gelukt is. Maar ik wou nog meer. Ik wou nog een andere uitdaging. Ik wil dat maatschappelijke hoofdstuk ook aangesneden hebben. Ja, je bent mensen een kans aan het geven terug. Mensen die dat echt wel naar hier gekomen zijn met het idee om een droom waar te maken, om een nieuw hoofdstuk aan te snijden. Ik hou van de job. Als ik kom hier, ik ben altijd blij. Ik zal praten in de restaurants te werken. Ik kook graag. Het is mijn droomjob. Ik zal restaurant openen voor mezelf. Ja, dat is mijn droom. Ik vind dat echt een super tof project. Ik denk dat het heel mooi is om die mensen allemaal een kans te geven. En als er dan nog lekker eten bij te pas komt, ja, waarom niet? Tot nu is het al heel erg lekker geweest. Ja, super. Ik hoop dat het wel lange termijn kan zijn, want ik hoor dat het eind juli is. En het zou wel fijn zijn als ze het kunnen ondersteunen, want ik denk dat er ook absoluut nood aan is. Als zo'n positieve projecten. We gaan er alles aan doen om hier een vast verhaal van te maken. Het is gewoon eigenlijk een brug dat wij bouwen tussen Jan met de pet en de ongelooflijk getalenteerde vluchteling of nieuwkomer die dat hier op de werkvloer staat. Ik denk dat iedereen het wel eens is dat gezellig eten, dat grenzen overschrijdt, culturen samenbrengt. En dat is effectief wel wat je hier ziet. Meneer De Waal, voorzitter. Mevrouw De Wijn, hoe maakt u het? Heel goed. In de beginjaren van Villa ging Linda met de camera werkelijk op jacht achter parlementsleden. Hij komt er dus aan.
Maar, oh, premier, je bent onverbeterd. Ik ben dan als kamervoorzitter met haar moeten overeenkomen dat ze zou opereren vanuit een vaste plek in de leeszaal. Maar dat maakte haar journalistieke scherpte niet minder. Linda, bedankt voor het vele werk en het gaat je goed. Kunnen jullie dan bijvoorbeeld een klein middel zijn of een go-between tussen N-VA en PS sinds die uitgestoken hand? Ik ga hem alleszins niet laten gebruiken. Ik werd enorm gewaarschuwd toen ik in de politiek stapte voor die interviews van Linda de Wijn. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik had één nooit gedacht dat ik het mij nog over kleinmiddel zou hebben op tv. En twee, nooit gedacht dat ik meer zou uitkijken naar de interviews en de dates mee, dat ik van zou wegschrikken. En big shoes to fill voor de persoon die jouw job gaat moeten overnemen. Ik wens u alleszins het beste en ik hoop dat we elkaar nog eens mogen tegenkomen. Ja, goedemorgen Linda, Linda de Win, het enige echte uitgangsbord van onze parlementaire magazine Villa Politica. Nog eventjes collega, want ja, heel Vlaanderen weet het intussen, maar durf je het zelf nog eens uitspreken? Het stopt, omdat ik 65 ben geworden, dus dat betekent dat het pensioen eraan komt. En, ik zag jou naar dat filmpje kijken. Dat raakt jou wel, hè? Dat kwam wel binnen, had ik de indruk. Ik had wel verwacht dat jullie iets gingen doen, maar ik dacht, het zal gewoon een filmpje worden met de leuke momenten. Gewoon maar, een filmpje, dat doen wij toch niet, Linda. Maar Patrick de Waal, die gaat natuurlijk al heel lang mee. Kent mij ook. Ik ken hem al heel lang, hij mij ook. En Conor Rousseau als jonkie, als ik dat nog mag zeggen, ja. Als nieuweling in de politiek, ja, doet me wel wat. Dat viel ons inderdaad wel op, want je hebt hier politici van twee heel verschillende generaties. En wat je niet hebt gezien, is dat Conor Rousseau jou eerst nog aansprak met mevrouw de Win en zegt dan zei van, ja, ik mag misschien toch ook Linda zeggen. Maar als je respect krijgt van twee zo uiteenlopende generaties, dan heb je iets betekend, denk ik. Ja, ik mag het hopen, hè, want ik heb het lang gedaan, Villa Politica. Eerst als reportagemagazine. Het is begonnen in 2002 en dan vanaf 2006... heb ik het gepresenteerd. Dus ik mag hopen dat ik toch een klein steentje heb verlegd. En je had echt wel jouw eigen stijl. Hè. Ik denk dat, zoals inderdaad ook Conor Rousseau zegt, er is maar één Linda de Winner. Er zijn er gelukkig nog een paar zoals wij, hè, die vragen verzinnen aan een tafel. Maar hoe was dat? Want ook hè, als je naar het buitenland kijkt, wat jij doet, dat is vrij origineel. Hè? We hebben dat, denk ik, eigenlijk gaandeweg ontdekt. Ik zou niet meer durven terugkijken naar die eerste aflevering in 2006. Ik denk dat dat heel braaf was. En we lieten het parlement zien en in de wandelgangen dan interviewden we heel braafjes de politici. Maar in de Kamer, Patrick de Waal zei het ook, mochten we in het begin overal komen. En het gebeurt dan. Je wil iemand interviewen, die komt maar niet opdagen. Je probeert in dat gangetje te staan of in een andere gang. Intussen interview je maar iemand anders. Ja, dan werd hij gewoon gedumpt als hij er toch maar aankwam. Ja, want ik kon ook niet wachten. Hè. Ik kon toch niet zeggen, ik zal dat later wel doen. Want later, ja, dan zat hij weer binnen. Ja, natuurlijk. We mogen niet binnen in de plenaire zaal natuurlijk. Hè. En als ik dat dan nu bekijk, dan denk ik soms van, Linda, wat heb je toch gedaan? Maar het was wel goede tv, denk ik. Ja, dat is zo. Dat werd gewaardeerd met internationale prijzen zelfs. In die 20 jaar, Linda, wie is voor jou de meest markante geweest? Ja, ik denk dat vriend en vijand, als je zegt, de meest bepalende in de politiek, die 20 jaar, want dat is je vraag, denk ik, hè? Ja, dat vriend en vijand moet erkennen dat Bart De Wever is. Hè? Ik herinner mij nog, ik heb hem de eerste keer ontmoet in 2003. En dat was op een ander moment, dat is in het parlement. Ja, dat was later op het Schoonverdiep, maar ik heb hem ook ontmoet in 2003 op het Schoonverdiep met verkiezingen voor het federaal parlement, kamerverkiezingen. Hij was lijsttrekker in Antwerpen en het was in de namiddag. N-VA was nog niet lang opgericht. Ze waren boven de kiesdrempel van 5% geraakt. Dus ik bel naar de redactie. Ik zeg, mag ik een interview doen? Ja, dat is goed. Maar je weet hoe dat gaat op zo'n verkiezingsdag. Je moet wachten. Dus het ging een half uur voorbij, een uur. En dat was uiteindelijk aan mij. Maar intussen was de score gezakt tot 3%. Dus ze haalden de kiesdrempel niet. Dus ik mocht hem niet meer interviewen. Dus ik moest dat aan hem gaan zeggen. En ik zie hem daar nog zo zitten. Op dat bankje verweest met naast hem Marie-Roos Morel. Die toen ook lid was van N-VA. En wie had dan kunnen denken dat hij 7 jaar later, 2010, zijn partij naar een gigantische overwinning zou leiden. Inderdaad, helemaal anders gelopen. Nu, er was wel iemand met wie je een speciale relatie hebt. Ik denk dat je weet over wie het gaat, maar we gaan toch eens kijken naar wat beelden. Oké.
Voorzitter, wat is er nu? Niks. Ze kunnen nog even wachten, voorzitter, want het is toch niet elke dag dat u 65 wordt, hè? Nee, uw leven wordt een keer 65. Mag ik eventjes binnenlopen voor een paar reacties, of mag dat niet? Dat mag niet, hè. Maar u bent een hardwerkende Vlaming die nog niet denkt aan dat pensioen. Nee, dat denk ik nog niet aan. Nee? Maar nee. Dit is geschorst, nee? Nee, dat wilden ze niet. Als ik goed ingelicht ben, wordt u dit jaar 60, hè? Klopt dat? Ik vind dat we dat niet moeten delen met iedereen. Oké, dank u wel. Mannen, zou ik zeggen. Maar ik ga u laten gaan, want anders worden ze... Dat is inderdaad, maar ik heb eigenlijk nog iets heel bijzonders voor u. We mogen de kijkers voor een keer zien, hè? 1, 2, 3... Ja, Linda Bloemen, toch altijd girl's best friend, behalve voor diamanten. Maar kijk eens wie we voor jou hebben opgesnord. Richard, hè? Ja, maar we mogen niks... Nee, geen kussen. Ja, klopt, alsjeblieft. Maar Bloemen, dank je wel. Dat is een hele mooie... Je wou geen verrassingen, maar dit is er nu misschien toch één die je wel wou. Neemt u plaats, meneer Peumans. Bedankt om tot hier te komen. Zien we u ook nog eens. Ongelooflijk. Ja. Heel mooi ruiker, dankjewel. Wat was dat zo tussen jullie, die chemie? Wel, ik denk dat... mag ik Jan zeggen? Tuurlijk. Ja. Die goede verstandhouding is begonnen omdat wij, toen hij nog een hardwerkend parlementslid was... Niet meer. Nu geen hardwerkend parlementslid niet meer. Nee, dat wij hem toen bij Villa Politica, na rondvragen overigens weliswaar, bij andere fractieleiders, verkozen hebben tot de beste parlementslid van dat Vlaams parlement. En ik denk dat er ook altijd een soort van vertrouwen is geweest. U zei in de wandelgangen altijd wel een en ander, ook over uw partij. Je ontlokte dat ook wel. Hè? En dan, maar voor het eigenlijke gesprek. Ja. En hij liet altijd wel verstaan van, jullie mogen dat wel op een of andere manier gebruiken. En dat respect was wederzijds? Ongetwijfeld. Ik denk niet dat ik op die 10 jaar... Want ik ben voorzitter geworden in 2009. Ik denk niet dat ik ooit een interview geweigerd heb. Hè. Ja, je bent ook nooit kwaad geweest op ons, denk ik? Helemaal niet. Nee, maar op sommige journalisten wel, maar niet op ons. Ah ja? Sommige journalisten wel. Ja, dat klopt. Ja. We gaan je geen namen noemen, maar nee, tegen Linda was dat... Maar waarom was het omdat ze ook wel eens een beetje eigenlijk zoals u stoute vragen durft stellen? Weet je, het was niet het klassieke interview. Hè. Het was altijd een soort verrassingsaanval als wat ging Linda vragen. Hè? Want tevoren werd dan door Pascal Blosje, die belde mij dan. De eindredacteur. En zei, voorzitter, wilde u een interviewtje doen om 5 voor? Maar dat was dan gewoon 2 uur. Soms dan begonnen ze al om 2:05 begonnen ze dan te roepen Peumans, Peumans, Peumans. Want het was mevrouw De Win die de vergadering belette van tijdig te beginnen enzovoort. Maar dan namen we er allemaal bij. Nee, dat was allemaal helemaal niet erg. Maar Linda kon zo van die vragen stellen. Dat je zei van ja, wat moet ik daar nu mee? Ja. Maar ik heb me er altijd uit de slag kunnen trekken. En ik denk dat het was onderling respect. Ik vond het trouwens ook mooi dat ze toen ik 10 jaar voorzitter was, heeft ze samen met Bjorn Joska, die fractieleider van Groen, en Linda en dan Geert Bourgeois, die hebben toen schitterende speeches gehouden. Terwijl Linda er ook wel nooit een geheim heeft van gemaakt dat ze het federaal parlement wel boeiender en spannender vond dan uw parlement. Ja, daar ben ik 2 keer voor gekozen geweest. Daar heb ik 2 keer niet ingezeten. Maar ik kan me voorstellen dat daar zit gewoon een andere dynamiek in. Maar u geeft mij toch een beetje gelijk, hè? Ik heb het onlangs nog eens herhaald, hè? Ik geef u dat gelijk in, dat klopt. Dat is al meer dynamiek. Maar volgens mij heeft dat te maken dat de betrokkenheid van de mensen in de vergadering die is veel te laag in de plenaire vergadering. En waarom? Ja, iedereen zit daar op zijn pc te tokkelen. Dat hoort nu, we hadden daarnet een Vlaams debat. Ja. Ik weet niet of jullie het gezien hebben over PFOS. Onderzoekscommissie, eerst in 20 jaar, Linda. Begint daar eindelijk te bougeren. Nee, dat is niet waar, want ik heb ook eens nagedacht van het parlement heeft dat nog wel iets te zeggen. Maar dan denk ik ook bijvoorbeeld, de PFOS-zaak die is wel door een parlementslid op dus de agenda geplaatst. In die Vlaams, ook de turteltax, die wilde de regering toen stommelings invoeren. Dat is Joris van den Broeke, denk ik, die gezegd heeft tijdens een parlementair debat in het Vlaams parlement van nee, daar is meer aan de hand. En zo zijn er nog een aantal dingen. YouPlace, dat er niet gekomen is, denk ik ook door de vragen en de debatten in het Vlaams parlement. Dus het Vlaams parlement is wel best interessant geweest. Daar waren wel goede momenten, maar er waren ook... Daar gaat mijn cinema butten. Ja. Maar ik denk, dat heeft u toch wel ooit eens gezegd, we hebben te veel parlementsleden en een derde van de leden in het Vlaams parlement. Ja, wat zitten die daar eigenlijk te doen? Ik herhaal uw eigen woorden. Ja, en ten tweede, dat is cumul. Ik ben tegen die cumul, want wat doen die mensen in die plenaire vergadering? Dat is gewoon een briefwisseling regelen enzovoort, hun mails afhandelen. Die zijn dus niet bezig met het parlement. En daardoor krijg je ook die betrokkenheid niet. Maar ik denk dat het in het federaal niet anders is. Maar
Nog even het pensioen aansnijden, want u weet, u hebt dat ongetwijfeld gehoord en gelezen, Linda maakt zich zorgen over haar pensioen. Nee, daar heb ik niks van gehoord. Daar dus, ben ik gewonderd van. Dus, nee, daar heb ik niks van gehoord. Nee, niks van gehoord. Jawel, maar geeft u haar eens wat goede raad? Ah, ik heb eigenlijk twee goede, heb je de hele nacht over nagedacht. Trouwens, ik ben speciaal voor de kust naar hier gekomen. Ik ben 3 uur onderweg geweest om daar dat heb ik op mij geweten. Nee, dat is niet geweten. Nee, dat is uit respect. Nee, dat heeft niks met geweten uit te staan. De tijd dringt. Ah, de tijd dringt. Ja, kennis met politiekers altijd zo, ook ex-politiekers. Eén, ik denk altijd als je met pensioen gaat, ik heb gewoon de knop omgedraaid de dag erna. De 26, ik was nog gekozen, de 27 heb ik gezegd, het is gedaan. Ik ga andere dingen doen. Dat is één. Twee, ik denk altijd dat je een aansluiting moet zoeken bij dingen die je vroeger hebt willen doen en die je nu, waar je nu tijd voor hebt. Dat maar politiek volgen is wel een beetje een passie natuurlijk. Dat is een passie. Volgt u het? Ja, ik volg dat nog een stuk, maar af en toe denk ik van, nou jongens, we zijn een klein kinderen, zit daar bij elkaar. Maar goed, dat is een ander verhaal. Een van je passies is opera bijvoorbeeld. Ook ja, maar ik kan niet zingen, dus ik kan wel naar de opera gaan. Maar dat doe ik al. Is het toch terug aan de universiteit, dacht ik? Ik ben een doctoreren, ja, geschiedenis trouwens. Met geschiedenis kan je overal terecht. Misschien is dat iets voor jou. Wie van Straat heeft geschiedenis gedaan, u heeft geschiedenis gedaan. Maar misschien ook doctoreren in geschiedenis? Ik ben niet zo. Typen dat in Linda, maar ik heb een goede tip voor jou. Dat is namelijk, er zijn twee volksvertegenwoordigers, Axel Ronsen en Lisbeth Meuleman. Ja, dat weet met ik. Daar ben ik helemaal van op de hoogte. Contact mee moet opnemen. Een uitzendkantoor voor gepensioneerden. Dan heb ik een vraag, Linda. Stel nu dat Lisbeth volgend seizoen is een zondag ziek is. Of met vakantie. Kan ik jou dan via dat uitzendkantoor misschien inhuren om hier te komen vervangen? Je mag mij altijd bellen. Maar dan is de vraag of je ja gaat zeggen. Ik ga ja zeggen. Ja, en mag ik jou bellen om even te vervangen? Een gängige probleem. Ik had problemen, dat wil ik toch nog wel even zeggen. Hè. Dat is dat politiekers wel na 65 wel doorgaan, maar dat mensen zoals Linda en nog een aantal van jullie, dat die niet mogen doorgaan. Ik snap dat dus niet. Ja, want mag ik nog iets zeggen? We hebben een eindredacteur in ons woord. Jij kent daar alles van. Patrick De Waal, die gaat nog door tot het einde van de legislatuur. Nog altijd een van de beste sprekers in dat parlement. Dus je ziet maar. Leeftijd zegt niet alles. God weet wat er jou nog allemaal te wachtend staat. Maar het echte afscheid, we zijn het al van Linda, is pas 11 juli, Vlaamse feestdag. Wij moeten er dan ook mee stoppen, maar weliswaar, wij maar voor even. Eerst willen we wel nog iedereen bedanken die dit seizoen weer mogelijk heeft gemaakt. Onze kleine, jonge redactie om te beginnen. Maar zeker ook alle technische mensen die dit COVID-seizoen alweer het beste van zichzelf hebben gegeven. Ja, en laten we hopen dat we na die deugdoende zomer het niet meer al te veel over COVID moeten hebben en dat die plexischermen hier ook eindelijk weg kunnen. Ferre Windij, die begeleidde dit seizoen elke zondag een politicus of politica naar de exit. En ons begeleidt hij nu naar de vakantie met een duik in ons archief. Zeer benieuwd naar het resultaat. Ja, en in alvast tot over 70 dagen tot zondag 5 september. Wees welkom bij een nieuw seizoen van de 7e dag. Ik denk niet dat we ooit matekers geweest zijn. Ik denk ook niet dat we dat ooit gaan worden. Vind je dat onverstandig? Ik vind dat juist heel verstandig. Ik dacht dat ik eerst moest luisteren. Een man die weet dat hij zwaar geblunderd heeft op een historisch moment in zijn loopbaan. Liever Alexander De Croo premier dan uw Kamervoorzitter. Dat is uw conclusie. Oké, kom meneer De Croo. En straks ook aan de minister van Volksgezondheid, Van den Broeke. Ik ben heel blij met Frank Van den Broeke. We zijn heel gul geweest naar elkaar in die onderhandelingen. Het is een redelijk heftige week geweest. Eigenlijk wel de meest bewogen sinds mijn politieke loopbaan. En dat doet wel pijn, ja. Het is geen druppeltje dat de emmer doet overlopen. Maar het is een goeie. Ons achterste, onze anus, ons gat, nog altijd een taboe. Zeker. De clitoris, ja, dat blijft zo, dat ene kleine knopje daar ergens bovenaan. Hier zou de mannen moeten zitten. Hier zou iedereen moeten zitten, denk ik dan. Ja, maar ik zou nu al mijn huis kunnen beginnen blussen. Ik denk dat het huis misschien al wel in brand staat. Misschien komt er straks een brand in mijn huis. Ja, natuurlijk is het land op weg naar rood. Dat voelt iedereen toch zo aan. Kijk, er is niemand van ons die met vuur wil spelen. Hè? Als. Houd u eens op. Ja, meester Frank noemt men hem in de wedstrijd, hè, dat schoolmeesterachtige. Meester Jan is eigenlijk de leider van de verstrengingsbrigade. Meester Frank, neem ik aan. Hallo, ik ben de anti-COVID-robot van Zora Bots uit Oostende. Ik zal politiekers en virologen vanaf nu vervangen. Ik heb dat nog
al eens gezegd, en ik ga dat ook eens op mijn trui laten zitten, we moeten stoppen met te veel zeuren. Ja. Levan en Divo, ja. Grote friends van, heb ik begrepen. Absoluut. Ik ben absoluut geen fan. Dus, lieven. Dus. Lieven. Ja, stoer mijn lieve, hè, lieven. Ah. Ja, my guilty pleasure. Ah, goed, we moeten het dringend afronden. Er wordt alleszins vervolgd. We moeten helaas afronden. De discussie is eigenlijk nog maar net begonnen. Dankjewel voor dit debat.